Dames en heren, sprekers en gasten en iedereen die online meekijkt, van harte welkom. Mijn naam is Alfred Staarman, hoofdcollecties in het Nationaal Militair Museum. De aanleiding voor dit symposium is de val van Srebrenica en de genocide die daarop volgde, precies 25 jaar geleden. Vandaag bespreken we de impact daarvan op de Nederlandse samenleving. Heeft het drama de politieke besluitvorming over uitzendingen veranderd? Gaat de krijgsmacht anders om met missies, in training, opleiding en inzet, maar ook bijvoorbeeld in veteranenzorg? Is er genoeg aandacht voor Srebrenica in ons onderwijs? Welke nieuwe inzichten zijn na 25 jaar na dato bijgekomen? Daar gaan we het vandaag over hebben en dat doen we met een zeer divers gezelschap, sprekers en deelnemers die zo meteen aan u worden voorgesteld. De val van de enclave kwam destijds als een schok. Het is een gebeurtenis die in mijn geheugen en velen met mij gegrift staat. Ik zat destijds als dienstplichtige bij het historisch bureau op het hoofdkwartier van de luchtmacht in Den Haag. En we volgden uiteraard de ontwikkelingen op de voet. En van een drama met zo'n impact kun je je moeilijk voorstellen dat latere generaties er geen kennis van hebben. En toch is dat zo. Mijn eigen kinderen, 17 en 19, weten nauwelijks iets van Srebrenica, want dat hebben ze niet gehad op school. Dan zit je dan toch aan het denken over het belang van collectieve herinneringen. Die collectieve herinneringen ontstaan en beklijven door de verhalen, films, boeken, media en ook les op school. Het Nationaal Militair Museum heeft vanuit zijn missie en rijkwijde de pretentie om een klein steentje bij te dragen aan kennis over belangrijke onderwerpen uit onze militaire en staatkundige geschiedenis. Wij vertellen hier het verhaal primair vanuit het perspectief van de Nederlandse krijgsmacht, ingebed in actuele historische context. En we doen dat met behulp van objecten, zoals de witte IPR die we hebben, maar ook met interviews en met context in de vorm van filmbeelden. Het museum verzamelt objecten in hun context en objecten met een verhaal. In dat verband wijs ik graag op enkele schilderijen die u hier ziet staan. En ik hoop dat de camera daar even naartoe kan. Deze schilderijen zijn gemaakt door Kevin John Ayew, een veteraan van Dutch Bat 3. En Kevin heeft zijn ervaringen verwerkt in deze schilderij en hij is hier vandaag aanwezig. We zijn met elkaar aan het onderzoeken of we Kevin's schilderijen aan de collectie van het museum kunnen toevoegen. In ieder geval zijn we heel blij dat we zijn schilderijen vandaag mogen tonen. Kevin, bedankt. Want met behulp van deze schilderijen en andere verhalen en de verhalen die ze in zich dragen, kan het museum hopelijk weer een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het verhaal dat moet worden doorgegeven aan nieuwe en toekomstige generaties. Ik geef zo het woord aan onze moderator van vandaag, Frank Westerman. Frank Westerman is journalist en altijd nauw betrokken geweest bij dit onderwerp en heeft er ook veelvuldig over gepubliceerd. Frank, aan jou het woord. Type dat ook Dutch Bat 3 had in Srebrenica. Dus we vragen ons ook af vandaag, waarom hebben we dat spul als land, als Nederland? Waar gaan we het voor gebruiken in de toekomst? Srebrenica en nu. En nu natuurlijk 25 jaar na de val en de daaropvolgende genocide. Dat is waar we nu bij stilstaan, maar niet om stil te staan. Het is eigenlijk alsof je een pasje achteruit doet om te kijken hoe je verder wil. Dat gaan we proberen te doen. En ik heb je gevraagd om nog even te blijven. Eerst nog even welkom aan jullie allemaal. Ook mensen die via de livestream kijken. Welkom. Hier in de zaal zit een enorme hoeveelheid expertise. Hier op het podium evenzeer. Het is echt vrij ongelooflijk, Alfred, hoeveel mensen je bij elkaar hebt weten te brengen die betrokken zijn bij Srebrenica, de val, de genocide en de vraag
Hoe gaan we ermee om? Nu en in de toekomst. En we willen dus terugblikken, maar niet om het terugblikken. We willen eigenlijk weten wat we daarmee aan willen en moeten. De reden waarom ik je nog even niet, waarom ik je er nog even bij wil houden, is dat ik, misschien hebben jullie het gezien, vanochtend stond er een stukje in Trouw, dat gaat over deze bijeenkomst. Scherven van de Nederlandse bom die te laat viel. En dan neem ik jullie meteen even mee terug naar 11 juli 1995. 11 juli 1995, dus morgen 25 jaar geleden. Daar hebben we het vandaag over, hè? Over dat moment. Misschien niet die ene dag, juist niet, ook de dagen daarna, dat de massamoorden, de genocide zich voltrekt. Maar misschien als kantelmoment, als punt wat je zou kunnen markeren. Heel concreet, dat zijn de scherven van die bom. En die staan hier afgebeeld in de krant, in dit doosje. Het is een Fisherman's Friend doosje. Dat had ik bij me toen ik er, dit is een beetje klein, maar in 1996 op zoek ging naar de plek boven de Petritsa-straat in Srebrenica. Bij de radiomast, het weggetje. Ja, het zijn allemaal details dat je, die misschien de meeste van ons hier niks zegt, maar die wel cruciaal zijn geweest in, bij de val van Srebrenica. Ik zeg vanaf nu Srebrenica, dat dat een beetje de Nederlandse gangbare uitspraak is geworden. Alma, ik weet het, is Srebrenica. Misschien dat ik nog meer woorden verkeerd uitspreek, maar dan zijn jullie voor mij om het te corrigeren. Het moment dat deze bom valt, we hebben het dan dus over 11 juli. De enclave, het VN, veilig gebied, Srebrenica, is dan al sinds 6 juli, ligt het onder vuur. Wordt aangevallen, beschoten. Er zijn aanvragen geweest voor luchtsteun. Daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben, maar het moment dat uiteindelijk een Nederlandse F-16 in actie komt, is het te laat. De enclave is feitelijk aan het vallen of zo niet al gevallen. En dat betekent een massale vluchtelingenstroom van mensen die de bergen intrekken, proberen een goed heen komen te zoeken door vijandig gebied. Vluchtelingen die het verkiezen om 60 kilometer, als het niet meer is, door de bergen, vijandig gebied, terwijl er op hen gejaagd wordt. Als mensen, dus die stroomvluchtelingen, waarschijnlijk 15.000, die proberen Tuzla in Midden-Bosnië te bereiken. Die komt dan op dat moment op gang. Terwijl een andere stroom mensen uit het stadje, de vluchtelingen die er opeengepakt zijn, de oorspronkelijke bevolking, iedereen begint te rennen. Met kleine rugzakjes, met het laatste proviant. En zij verkiezen zich vast te klampen aan de Dutchmet. Basis, de Charlie Compagnie in de accufabriek in Potocari. Dat is een kilometer of 3, 4, misschien 5 van Srebrenica, lager in het dal. Het is een, ja, ik geef het toch nog even, omdat het een plaatje is dat we het goed hebben, dat we weten waar we het over hebben. Dat Oost-Bosnië, het is natuurlijk fantastisch qua bergen en setting en natuur. En daar heb je het beekje de Guber. En dan daar beneden, waar het ietsje breder wordt, Potocari. En dan even verderop Bratunac, de Drina-rivier. Maar er komt dus een humanitaire crisis. En dit woord is een understatement. Er komt een ramp van ongekende omvang gedeeltelijk op de compound van Dutchbed af. Nou, op dat moment wordt er dus nog gebombardeerd. Er is een Nederlandse F-16 uiteindelijk, en ik heb hier alle documenten van de aanvraag van Dutchbed van luchtsteun, maar dit is de enige die gehonoreerd is. Er staat de handtekening van generaal Bernard Janvier, hoofd VN in Zagreb onder. Die is toegestaan. Mag ik nog heel even? Er staat boven Real World, codenaam. Ze bedoelen de NAVO. Is er een echte wereld? Ja, de echte wereld is misschien niet de VN. De echte wereld, dat is de NAVO. Codenaam Real World. Nou, en dan kun je nog aanvragen of je een blue sword of een gold sword wil. En de blue sword is close air support, dat is een prikje. En de golden sword, dat is een massale luchtaanval. Er komt een prikje, het prikje komt te laat. Het prikje slaat in,
aan het weggetje waar de tankkolonnen, de panzerwagen van Mladic, klaarstaan om die twee haalspeldbochten naar beneden nog te nemen en hun misdaad te begaan. De grootste in Europa, in onze tijd, hoeven we niet voor terug naar de Tweede Wereldoorlog, hebben we allemaal hier in de zaal nog meegemaakt. In onze tijd, in Europa, de grootste massamoord, genocide. Daar hebben we het over. Ik wil je graag, we hebben het er eerder over gehad. Jij wist dat ik ze had, die scherven uit de krater. De bomhuls zelf lag een meter of vijf verderop, maar die was te zwaar. Die heb ik niet voor je meegebracht. Dat is jammer. Maar dit wel, voor de collectie. Dankjewel. Daar hoort natuurlijk het verhaal bij. Ja. Ik vertrouw echt toe dat je dat... ik weet dat jullie niet alleen de objecten tentoonstellen, maar ook vooral de context duiden en helder maken voor toekomstige generaties. En ik hoop dat dit daar toe kan bijdragen. Dankjewel, ik wist van het bestaan. Het is heel mooi dat we ze vandaag aan onze collectie kunnen toevoegen. Dus dat gaat zeker een plekje krijgen. Dankjewel. Dan ga ik jullie nogmaals welkom heten en even voorstellen aan elkaar. Dat doe ik in de eerste instantie kort. Jullie hebben stellingen, de stellingen geponeerd, ingeleverd. Aan de hand daarvan gaan we discussiëren, gaan we praten, van gedachten wisselen. Op een gegeven moment kan het ook vanuit een vraag eventueel van mensen die via de livestream meekijken, ook hier uit de zaal. Maar voordat we overgaan tot de stellingen, wil ik heel graag even jullie voorstellen. Dat is wat bij mij betreft nu eerst een klein rondje ter kennismaking. En dan komen jullie allemaal nog een keer aan bod als het gaat over de inhoud. Dus Erna van Rijsdijk. Nee, Rijsdijk. Ja? Ja, niet van, maar Rijsdijk. Oh. Ja, dat staat verkeerd op het bordje. Het is net weggeplakt. Neem me niet kwalijk, Erna. Erna Rijsdijk. Erna Rijsdijk, je bent onderzoeker. Je bent met een fantastisch project bezig. Het verzamelen van alle beeldmateriaal van Dutchbatters uit die tijd dat ze in Srebrenica zaten. Maar dat doe je ook met een visie. Je hebt een idee waarom dat belangrijk is. En het project heet Future of Memory. En dat vind ik een geweldige omschrijving, ook al is het dan Engels, misschien de toekomst van de gedachten. Begrijp ik hieruit dat je eigenlijk het hele jaar door met Srebrenica bezig bent? Ja, dat klopt. Ja. Dat ook al sinds zo'n jaartje of ruim 20 jaar. Ja. Dus, 20 dit, jaar? Ja. Maar dit is wel een heel nieuw project. Tot nu toe had ik me nog niet bezig gehouden ook met de visuele geschiedenis van Srebrenica. Ja. En verrast het je? Het verrast me dat ik ermee bezig ben. Ja. Nee, ik was eigenlijk van plan om een heel ander soort boek te gaan schrijven. Maar ik was afgelopen mei was ik in Srebrenica en daar kreeg ik een foto aangereikt van een overlevende die nu werkt in het Nederlands of in het Srebrenica Museum. Ja. En hij liet mij die foto zien. Het was een foto van zijn broertje en zijn zusje. En hij zegt: dit is de enige foto die ik nog heb uit die tijd. En die foto is gemaakt door een Dutchbat militair. En die foto is voor mij zo belangrijk. Ja. Want we hebben verder niks meer. In die tijd kon men nauwelijks foto's maken. Hij gaf het aan mij mee met de vraag: kan je misschien die militair vinden die foto heeft gemaakt? Want ik wil weten, is er nog meer? En dat is eigenlijk het begin geweest van... En dat is het begin geweest. En door die gesprekken die dat ook opleverde, heb ik me gerealiseerd hoe ontzettend belangrijk het is om op zoek te gaan naar dat materiaal en dat dat ook helemaal geen plek heeft. Ja. En bovendien geeft het een basis om een heel ander soort gesprek aan te gaan over wat er is gebeurd in Srebrenica. Erna Rijsdijk, daar gaan we nog op terugkomen. Als het gaat over hoe we met die collectieve herinnering omgaan, om willen gaan. Ja. Het herdenken, misschien is dat het te beperkt woord, komen we nog op terug. Waar we het ook over gaan hebben, is wat vroeger Stichting Correlatie heette, of Nazorg. Maar dat is veel breder dan dat. En dat weet als geen ander Erwin Kamp
Hij is humanitair raadsman. En in die hoedanigheid, en volgens mij al 21 jaar, ook bezig met veteranenzorg. En op een manier die niet alleen maar posttraumatische stress, hoe ga je daarmee om, maar verder gaat dan dat. Vat ik het zo goed samen? En betekent dat ook dat je eigenlijk gewoon dagelijks, ik zeg u, nog met Srebrenica bezig bent? Ja, dankjewel voor de introductie. Het is overigens humanistisch raadsman. Maar wat zei ik? Humanitair. Ja. Maar daar zit het woordje menselijk in, dus dat is prima. Nee, maar dat is een goede correctie, ja, hoor. Want het humanisme is mijn levensbeschouwing. Ik bedoelde humanistisch, ja. Daar werken dus humanistisch geestelijke zorg voor binnen Defensie. Nee, ik ben daar inderdaad dagelijks mee bezig. Ik heb gemerkt dat in de zorg voor veteranen zeg maar een eenzijdige blik is op datgene wat zij meemaken. Ja. Veteranen, daar hoor je vaak voor als ze in de media verschijnen dat ze last hebben van een posttraumatische stressstoornis. Ja. Dat kan. Ja, ik denk ook dat duidelijk naar voren kwam in de documentaire van Koen Verbraak afgelopen week. Maar daarin hoor je ook andere woorden als mensen kampen met schuld en schaamte. Ja. En ik ben een jaar of zes geleden ben ik een nieuw begrip op het spoor gekomen. Wat eigenlijk komt uit de begeleiding van Vietnam-veteranen in de Verenigde Staten. En dat is de term moral injury of morele verwonding. Ja. Mijn streven, mijn doel, mijn ideaal is de veteranenzorg nog beter te maken. En ook hier aandacht voor te vragen. Want ik vind dat eigenlijk dat iets is wat we laten liggen. En dan hebben we niet alleen future of memory. Dan hebben we dus ook moral injury. Hè, moreel letsel zou je bijna kunnen zeggen. Ja, sommigen noemen het een moreel trauma. Maar ik wil het eigenlijk uit het medische, de medische invalshoek houden. Kijk, de basis voor een PTSS is een angststoornis. Ja. En wat je ziet, en dat zal zo ook nog wel te sprake komen, is dat bij moral injury het gaat om een geschonden vertrouwen. Ja. Dus mensen kunnen last hebben van de manier waarop ze afgeschilderd worden in de media. Maar ook door de wijze waarop de politiek met de vraagstukken omgaat. We hadden in een voorgesprek bijvoorbeeld over Rob Zomer. Nou, die woont boven de compound. En ik heb Rob vorig jaar gesproken. Rob zei, Erwin, weet je dat ik eigenlijk de meeste schade letsel heb opgelopen na de uitzending? Ja. Ja. En dat raakt mij, omdat ik denk, als je ziet dat uit onderzoek maar 50% van de therapieën aanslaan, dan laten we blijkbaar ook een heel groot deel liggen. Ja. Dan komen we op terug, is belangrijk. Bert Bakker, mag ik u veteraan noemen, maar dan van de politiek? Politiek veteraan, D66, voorzitter van de enquêtecommissie. Nog steeds toch, D66? Nog steeds D66? Ik ben nog steeds lid van D66. Ja. Enquêtecommissie over Srebrenica. De vraag nu even voor het begin, die me net te binnen schoot, die me net te binnen schiet, is, het zal niemand zijn ontgaan dat er deze week met name aandacht in de media over Srebrenica. Ik had het er net even in het voorgesprek met iemand over, dat er iets aan het schuiven is. He, dat, het is nu 25 jaar geleden, de val, de genocide. En de verhalen die nu boven komen drijven, doen in ieder geval bij een heleboel kijkers, toeschouwers, het beeld wat ze hadden, toch weer verschuiven. Is dat ook als het gaat om de politieke het destijds, of mensen die bij betrokken waren, besluitvorming. Is daar ook iets aan het kantelen? Of is dat eigenlijk nog steeds, jullie hadden niet moeten gaan, hadden niet zo stom moeten zijn? Nou, ik weet niet of er niet iets aan het kantelen is, maar er is al wel 25 jaar discussie natuurlijk. Ja. Over hoe de politiek met dit soort dingen, hoewel dit soort dingen is eigenlijk een publieke gebeurtenis. Ja. En als het gaat om de beeldvorming van jullie in Den Haag, jullie waren naïef. Ja, maar dat is ook wel. Ja? Ik heb destijds
al die debatten uit de jaren 90 teruggelezen. En daar zat een hele sterke morele boventoon in, die op zichzelf ook wel begrijpelijk is. Van ja, maar er moet iets gebeuren. Ja. Ik zag geloof ik in de documentaire van Koen van Raad deze week nog even, of het was in het Srebrenica-journaal, die afbeelding van hier en nu. Hè? Ja. Zoveel dagen en nog doet de politiek niks. Dat was de drijfveer en zo werd er in de Kamer ook over gesproken. Dat je daar ook meer vragen aan moet verbinden van, er moet iets gebeuren, maar wat dan? En wat hebben we daar dan voor nodig? En welk mandaat is daarvoor nodig? Welke instructies, welke bewapening, welke veiligheid? Kunnen we de mensen beschermen? Dat zijn wel vragen die je nu in alle debatten sindsdien terug ziet komen, maar die toen nooit gesteld waren. Ja. 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 Dus ja, de naïviteit was groot en verder deugde er heel veel niet aan de missie. We hebben het over de jeugdsteun, dat ene plichtje op één moment en te laat en te weinig. Maar dat besloten worden via de dubbele sleutel. Ja. Maar die dubbele sleutel die komt ook nog bij de stellingen terug. Prima. Dus dan kunnen we daar nog, dus hoe de verhouding zit tussen militaire en politieke besluitvorming, daar gaan we het nog over hebben. Dank voor nu, Alma Mustafic. We hebben elkaar een paar keer al gezien deze dagen. Ik ga jou de vraag stellen die ik aan Hasan Nuhanovic heb gesteld. Zowel Hasan als Alma zijn overlevenden van de genocide van Srebrenica. Je was 14. De vader van Alma, je vader Rizo Mustafic, is uit de compound gezet, vermoord door de Bosnische Serviërs. Je hebt de staat aangeklaagd. De Nederlandse staat is door de hoogste rechter mede aansprakelijk gesteld voor de dood, de moord op je vader door de Bosnische Serviërs, maar hij had nooit van de compound afgestuurd mogen worden. Je hebt 16 jaar geprocedeerd. Gedurende 16 jaar heb je dit verhaal aanhangig proberen te maken, zoals dat dan juridisch heet. Maar vooral ook willen vertellen. Je komt met een fantastische stelling, dadelijk, daar hebben we het zo over, voor de inbrengende discussie nu. Wat ik je eigenlijk wilde vragen, wat ik aan Hasan heb gevraagd, zijn er momenten in je leven dat je heel af en toe niet hoeft te denken aan Srebrenica? Je werkt aan de Universiteit van de Hogeschool Utrecht, je bent moeder. Heb je op die manier je leven ook weer vorm kunnen geven? Kijk, je moet werken om gewoon rekeningen te betalen, dus je blijft dat doen. Maar Srebrenica is 24/7 aanwezig. 24/7? Nog steeds. Ja. 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 'S ochtends, 's middags, 's avonds. Ja. Ja. En ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Wat we vaak vergeten is dat we 60.000 Bosniërs in Nederland hebben wonen, die inmiddels ook Nederlanders zijn. Ja. Hele knappe koppen, als je het aan mij vraagt, allemaal hoog opgeleid, prachtige functies binnen krijgsmacht, journalistiek, juristen, zelfs moderators. Ja. En wat me verbaast is dat we na 25 jaar nog steeds vrijwel nergens uitgenodigd worden om over dit onderwerp te praten. Er wordt altijd over ons gesproken en nooit met ons. Dus ik ben wel blij dat daar nu na 25 jaar verandering in komt. En ik hoop dat dit voorbeeld overgenomen wordt door anderen. Dankjewel. We komen straks uitgebreid bij je terug. Chris Klep, wie kent hem niet? En zeker na deze week of na dit jaar, of dat kan eigenlijk niet meer niet. Militair historicus, iemand die praat met zijn lichaam, maar hij zit nu vast in een stoel. misschien dat het toch nog lukt. Hey, dat doe ik trouwens ook hoor, praten met mijn lichaam. Welkom. De
beeldvorming over Srebrenica nu, na 25 jaar, je draagt eraan bij door de dagelijkse, op weg naar Srebrenica, journaals, als ik ze journaals mag noemen. Heb je het idee dat er nu iets schuift of kantelt? Nou, ik vond die vraag die net gesteld wordt wat dat betreft erg interessant. Omdat ik juist het gevoel heb dat dat niet gebeurt. Ja. De beeldvorming van toen, ja, is volgens mij nog steeds de beeldvorming van nu. En daar hangt mijn stelling, daar kunnen we het straks nog over hebben misschien, mee samen. Dat volgens mij het verhaal in 1995 al geconstrueerd is. Ja. Bij de betrokkenen. En niet meer veranderd. Nou, ik vond bijvoorbeeld... Bij de betrokkenen, wacht even, dat is ook belangrijk. Dat is een brede groep, maar ja, als ik het iets mag toespitsen, bijvoorbeeld op de uitzending van Koen Verbraak, die hebben de meesten van jullie wel gezien, denk ik. In mijn proefschrift werk ik het fenomeen versteende getuigen uit. Versteende getuigenis. En ik vroeg dat dan is een term. Dat je in je groef zit? Wat zei? Is dat je in je groef het plaat blijft hangen? Dat is het bekende psychologische fenomeen dat je binnen minuten, uren na een ingrijpende gebeurtenis, een ongeluk, wat dan ook, bezig bent met de vraag, wat was mijn rol? Wat was de rol van de anderen? Heb ik schuld? Heb ik verantwoordelijkheid? Wat zullen de gevolgen zijn? Dat soort dingen. Dus die stollen? Die stollen. En dat krijgt een extra laag. Het wordt een soort matrix, zou je kunnen zeggen, als dat een officiële, een vastgelegde versteende getuigenis wordt. En dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een rapport, een getuigenis, een debriefing, een interview in de media. En ik heb zelf de indruk dat we in 1995 dat verhaal voor een groot gedeelte al geconstrueerd hebben. En dan bedoel ik zowel de betrokken militairen, maar ook de politici. Dat is ook wat ik in mijn proefschrift heb uitgezocht voor andere landen. Daar gebeurt hetzelfde in soortgelijke gevallen. En dat verhaal eigenlijk in Nederland min of meer hetzelfde is gebleven. En dan doen we straks in de volgende ronde, want dit komt nog terug, ook als stelling. Hè, de versteende getuigenis, de gestolde ervaring, als ik het zo mag samenvatten. Ik vraag me dan af of die ook bij het publiek, de nieuwe generatie, de kinderen die nu op school te weinig te horen krijgen. Dus dat zijn... dat is meteen mijn bruggetje hoor. naar Mark van Berkel van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Onderwijs. Maar dus nog even... Beeldvorming is natuurlijk van de betrokkenen die het meegemaakt hebben. Of dat nou als overlevende is, nabestaande of Dutchbat-veteraan. Mensen die bij de besluitvorming betrokken waren. Of het min of meer algemene publiek wat zich ertoe moet verhouden. Dan komen we dus bij onderwijs. En Mark, je hebt een opdracht van PAX, de Vredesstichting, Vereniging, Club. Onderzoek gedaan naar hoe Srebrenica in het geschiedenisonderwijs is vertegenwoordigd, als dat al is vertegenwoordigd. En nou lijk ik wel een talkshow host. Ben je geschrokken van je bevindingen? Nou, ik schrik niet meer zo snel. Ik heb een paar kinderen, dus dat geldt. Wat ik niet heb gedaan is gekeken hoe het in het geschiedenisonderwijs aan de orde komt. Want daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Ja. Wat ik heb gedaan is gekeken hoe het in leermiddelen wordt gerepresenteerd. En in Nederland heb je vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat docenten kunnen doen met die leermiddelen wat ze willen. Ja. En er zijn een heleboel docenten die zich betrokken voelen bij dit thema. Die ongetwijfeld heel veel aandacht besteden aan dit thema. Maar als docenten af moeten gaan op de leermiddelen, dan komen ze er een beetje bekaaid vanaf. En in die zin vond ik het interessant wat mijn buurman zei over die versteende getuigenis. Want ik denk wat geldt voor individuen, geldt ook voor collectieve samenlevingen. Ja. Dus dat narratief, wat is blijven hangen onmiddellijk na 1995, dat zie je in het onderwijs eigenlijk nog steeds terugkomen. In een heel versmalde vorm uiteraard. En dat zie je eigenlijk bij andere markante gebeurtenissen of getraumatiseerde geschiedenissen ook terugkomen in het onderwijs. Ja. Het duurde heel lang voordat de Holocaust een prominente plek heeft gekregen in leermiddelen en in onderwijs. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de decolonisatieoorlogen in Indonesië. Dat begint nu pas een beetje van de grond te komen. U heeft daar een interessante stelling over ingebracht. Dus we komen er echt nog weer op terug.
Als het gaat om onderwijs, is natuurlijk niet alleen wat, hoeveel aandacht, maar ook wat vertel je daarin. En daar gaat ook de stelling over. Wat gaan we dan vertellen aan de kinderen van Alfred? Ik heb zelf een dochter van 18. Wat gaan zij meekrijgen, leren over waar we het vandaag over hebben, 25 jaar geleden, de val, de genocide van Srebrenica. Sergeant-majoor Jacob van Velzen is de laatste van het rijtje, ten laatste, maar niet ten leste. Meneer van Velzen, u bent Dutchbat-veteraan, Dutchbat 3-veteraan. U zat in Siminhan voor de fijnproevers. Dat is onderdeel van Dutchbat 3. Maar is net buiten de enclave zelf. Maar u vertelde net, ik heb wel de vliegtuigen over horen komen. De betrokkenheid via de radio natuurlijk van wat zich daar voltrok. En de stroomvluchtelingen die het uiteindelijk wel hebben gehaald, die door de bergen trokken. Die heeft u, neem ik aan, zien aankomen in hun ontreddering. U werkt nu als instructeur voor vredesmissies. Heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Werk voor de school voor vredesmissies in Harskamp. En wij proberen alle militairen die nu op een missie gaan een zo'n gedegen mogelijke opleiding te verzorgen, waar we ook lesgeven, inderdaad ook de moral injury, wat veel te sprake komen. Maar vooral het belangrijk is dat ze weten van, hoe kan ik herkennen bij stressmomenten? Waar kan ik naartoe? Hoe kan ik op mijn buddy gaan letten, zodat ze toch gedegen naar een missiegebied kunnen komen? Hoe nieuw is dit? Is dit iets van de laatste 5 jaar? Nee, dat is zeker niet van de laatste 5 jaar. Ik weet voor mijn missie, voor Dutchbat 3, heb ik eigenlijk helemaal geen opleiding gehad. Wel met eigen eenheid hebben we een eindoefening gehouden. Maar niet daadwerkelijk ingaan van, hey, wat voor soort mensen wonen nou eigenlijk in Bosnië? Ja, en ik als 24-jarige jongen was er totaal niet in thuis. Geen idee wat de verschillende culturen daar in dat gebied allemaal inhield. Voor mij was het één groot spannend avontuur. En daar heb ik eigenlijk een deel van een opleiding gemist. En ik denk, na Srebrenica, na de val van de enclave, dat ook Defensie heeft gezegd, we moeten er meer wat mee gaan doen. We moeten mensen beter gaan voorbereiden. En toen is eigenlijk de School voor Vredesmissies ook daadwerkelijk opgericht. En met toch wel goede lessen om mensen zo goed mogelijk te voorbereiden op dit soort situaties. En kom je in zo'n situatie, ook in, zou dat nu weer gebeuren, zouden we weer machteloos staan. Alleen je ziet ook in artikel 100 brief, wat voor mandaat hebben we gekregen? Wat mogen wij doen tijdens een inzet? En we zijn gewoon veel beter bewapend op dit moment met betere middelen om toch daadwerkelijk en krachtig in te kunnen grijpen. Maar als het gaat om de voorbereiding, hè, en de verandering die uiteindelijk heeft plaatsgevonden, als het niet 5 jaar geleden is dat die is ingezet, op de schaal van die 25 jaar, wanneer is het kwartje gevallen? Nou, ik weet niet exact wanneer de school helemaal opgericht is. In 1999 ben ik weer teruggegaan naar Bosnië. Maar is er een cultuuromslag geweest? En daar is inderdaad wel een cultuuromslag geweest. Je ziet ook in de jaren 90 al? Eind jaren 90 inderdaad. Ja. Ja. Ik denk inderdaad, na de val van de enclave zijn we echt bewust bezig gegaan met mensen op uitzending te sturen en daar ook daadwerkelijk lessen aan vast te koppelen. Nou, daar komen we zo nog op terug. Heel erg bedankt jullie allemaal voor deze eerste schoten voor de boeg. We zitten hier in een Nationaal Militair Museum, dus ik mag militaire metaforen gebruiken, neem ik aan. Ik heb de stellingen gekregen die jullie hebben ingebracht. En toen ik ze kreeg gisteren en uitprintte, stond er niet bij van wie ze waren. Dus ik heb zitten gokken. En ik had daar dus allemaal dingen boven gezet van volgens mij is deze stelling van, en dat bleek helemaal niet te kloppen. Dus jullie verrassen me nu al. En ook de volgorde waarin ik ze nu in mijn hand heb, met de juiste auteur van de stelling, die heb ik niet bedacht, die hebben jullie bedacht. En die ligt vast in de PowerPoint. Dus de stelling wordt hier geponeerd. En dan gaan we het erover hebben. Dus we beginnen met de stelling van Alma Mustafic. En als we die kunnen, is die leesbaar? Anders lees ik hem nog een keer op. In een conflict kun je niet
neutraal zijn. En het bijzondere vind ik meteen dat je het echt breder trekt dan alleen Srebrenica. Je zou natuurlijk heel voorzichtig moeten zijn met het woord conflict. Wanneer spreek je van een conflict? Wanneer spreek je van een oorlog? Ik weet ook dat je daar erg op hamert. Dat wij niet allemaal gaan zeggen en denken, oh, er was er een burgeroorlog. Er waren eigenlijk allemaal bad guys. En ja, die gaan al sinds de slag om het Leisterveld slecht met elkaar om. En nou, dat was weer het geval. Hè, dat we niet in die manier gaan denken. Ik vind het ook een moedige stelling. In een conflict kun je niet neutraal zijn. En ik wil je vragen om daar nog verder op door te denken, hardop. Wat bedoel je er precies mee? Nou, ik denk dat ik hem geleend heb van Elie Wiesel. Ja. De Holocaust-overlevende. En die heeft meerdere malen ook bij Clinton toen de tijd aangedrongen. Jongens, in Bosnië gebeurt nu wat in Duitsland in Tweede Wereldoorlog gebeurde met Joden. Dat gebeurt nu met de Bosnische gemeenschap. Je kan nu niet neutraal zijn. Neutraliteit brengt onverschilligheid met zich mee. En onverschilligheid is uiteindelijk dodelijk. Want je kiest... Onverschilligheid is uiteindelijk... Dodelijk. Dodelijk. Als je onverschillig bent, dan kies je altijd de kant. Je kiest hoe dan ook een kant. Dus door neutraal te zijn, kies je altijd de kant van onderdrukker en nooit de kant van degene die onderdrukt wordt. Dat is ook interessant, want niets doen, niets zeggen, niet ingrijpen, de witte vlag, zeg jij, is een keuze voor de bovenliggende partij. Juist. En ik ben nogmaals niet de enige die dat zegt. Iedereen die onderdrukt is geweest, zal dat kunnen beamen. Maar kijk, om een partij te kiezen, dat is heel moeilijk. Dat vraagt heel veel voorbereiding. Je moet weten, wat is het ontstaansgeschiedenis van zo'n conflict? Wat zijn de betrokkenen partijen? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe verhoud ik mij tot die partijen? Ben ik bereid om mijn manschappen op te geven voor die ene partij waar ik voor kies? En zo niet, ben ik van mening dat je er niet naartoe moet gaan. Want dan breng je valse verwachtingen met je mee. Met alle gevolgen van dien. Ja. En ik wil voornamelijk me inzoomen op het stukje ontstaansgeschiedenis. Ja. Ik ben de afgelopen dagen, weken enorm geschrokken eigenlijk van gebrek aan kennis. En niet alleen gebrek aan kennis, maar volledige desinformatie, fake news, framing rondom gebeurtenissen in Srebrenica en in Bosnië. In de media nu? In de media nu, nog steeds. En dan als we het vandaag hier hebben over lessons learned, wat hebben wij geleerd? En als we nog steeds blijven hangen, inderdaad, in 25 jaar terug, met twee strijdende partijen, moslimstrijders, burgeroorlog, dan denk ik dat we werkelijk niks geleerd hebben. Ja. Want dat is allemaal onjuist. Als het, ja, als het, als het gaat om die neutraliteit, die volgens jou een keuze is voor de onderdrukkende partij, geldt dat in jouw idee voor ons allemaal als mens of als samenleving, democratische samenleving die natuurlijk een afweging maakt. Ja, Nederland op straat, als je twee ziet vechten en je ziet dat eentje duidelijk sterker is dan de andere en je doet niks, dan heb je ook gekozen. Dus ik vraag eigenlijk een actieve deelname, een actieve mening om je goed in te lezen. Wat is nou daar gebeurd? Want dat hebben wij met elkaar niet gedaan. Wij weten nog steeds niet dat we daar een overduidelijke onderdrukker hadden, dat we vanuit Servië aangevallen zijn, dat de Bosnië onafhankelijke staat was toen het aangevallen werd, dat er genoeg arresten daarover zijn die bewijzen dat in Bosnië geen sprake was van burgeroorlog. En dan hoor ik inderdaad ook die verdeling tussen moslims en Serviërs. Dat klopt ook helemaal niet. Even naar die basis. Hè. Puur als je twee mensen op straat ziet vechten en je loopt eraan voorbij of je hebt er geen mening over, kies je in zekere zin partij. Hè. Dat heb ik in... ik moest meteen bij die stelling denken.
ik permitteer een heel klein uitstapje. Ik was correspondent voor de Volkskrant. Ik heb een vluchteling geïnterviewd en die belde 's avonds aan. En het was een deserteur en een Bosnisch-Servische soldaat die was gevlucht. Omdat hij niet op zijn ouders wilde schieten die in Sarajevo woonden. En hij belde aan, mag ik bij jou vannacht op de sofa slapen? En ik heb hem in huis genomen, hij is 3 maanden gebleven. Dus ik was verslaggever of correspondent en ik had het idee of mijn voornemen, ik ben neutraal. Zo ben ik begonnen. Ik ben verslaggever, mijn taak is om verslag te doen. En als ik nu partij ga kiezen, ben ik een waardeloze verslaggever. Dus eigenlijk, ik was 27, had ik binnen 3-4 maanden het idee dat ik kan niet neutraal zijn. Ik ben niet alleen verslaggever, ik ben ook mens. En ik kies wel degelijk partij. En toen had ik inderdaad het idee, als ik dan mij dan gevraagd had, voor wie kies je dan partij? Nou, voor de onderliggende partij, voor de underdog. Die wordt daar vertrapt en vermoord en verjaagde. Uit Bielina of uit Prijedor of uit Banja Luka of uit enzovoorts. Noem maar op. Maar nu, als je dit zo zegt, dus ik kan me daar heel goed wel iets bij voorstellen, van neutraliteit is een keuze en dat pakt uit en je kunt eigenlijk niet neutraal zijn. En dan wil ik het ook verbreden naar jullie en mensen uit de zaal. Maar hoe doe je dat nou politiek? We zijn een democratie, dus de een vindt van wel, de ander vindt van niet. En je komt uiteindelijk op het poldermodel of op een consensus of op een afweging uit. En daar kan neutraliteit uitkomen. Nederland in de Eerste Wereldoorlog, ik noem maar wat. Van zijn geweest en dat is niet positief. Nee, maar er zijn ook mensen die zeggen van nou, daar teken ik voor. Nederland neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Hè, de Belgen hebben een hele andere Eerste Wereldoorlog ondergaan dan de Nederlanders. Hè, de vraag is dan eigenlijk, hoe kan je dat vormgeven? Ja? Ja, ik denk dat er eigenlijk een stap aan vooraf gaat. En dat is de stap in hoe we, Alma zegt ook, we wisten eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. Maar er werd natuurlijk wel gedefinieerd wat er aan de hand was. Namelijk, men definieerde het als een burgeroorlog waar no good guys, no bad guys waren. En als de situatie zo zou zijn, dan zou je kunnen voorstellen, nou, wij gaan geen kant Maar wacht even, kiezen. We zijn toch naar de enclave gegaan, omdat er in onze ogen bad guys waren. Nou ja, ja, eigenlijk vind ik ook wel interessant, ook een beetje een aanleiding van wat Bert zegt. Bert zegt, ja, we waren enorm verontwaardigd en hebben niet goed nagedacht over wat we gingen doen. Ik zou zeggen, misschien waren we wel helemaal niet verontwaardigd genoeg, omdat, zeg maar, zoals we de kennis die er toen ook al lag, werd die niet uitgedragen van wat daar aan de hand was. Wel dat mensen met elkaar overhoop lagen en dat misschien al eeuwenlang het geval was. Maar de situatie zoals die overigens wel in allerlei rapporten is terecht gekomen. Maar is dat die was jullie heel anders. Mag ik heel even, want als verslaggever herinner ik mij dat verschillende collega's, die hadden het dan over die neutraliteit, die zeggen weg met die neutraliteit. Wij schrijven een vlammend stuk in de krant, er moeten 100.000 troepen internationaal nu naar, voor de val van Srebrenica, ja, moeten nu naar Bosnië. Alfred van Kleef, mijn collega bij NRC, schreef een vlammend betoog. Er waren verschillende kranten in Europa die hun voorpagina wijden. NAVO ingrijpen nu. Het hele parlement, of niet het hele, maar dan toch het grootste deel van het parlement, was voor, wij moeten daar iets doen. De samenleving, het draagvlak, juist omdat het, omdat, ik denk niet dat het alleen de rapporten waren. Ik zit natuurlijk de hele tijd al over na te denken, naar aanleiding van de stelling van Alma. Ik vind, zij had wel een mooi begrip. Valse verwachtingen wekken, als je niet partij kiest. En dat is natuurlijk precies wat er gebeurd is. Ook toen die Canadese generaal de enclave binnenreed en zei, u staat nu onder bescherming van de Verenigde Naties. Sorry, zei Canadese? Fransen. Ja. Dus, ja, precies, Marion. En hij, dat was niet waar. En dat is ook nooit waargemaakt. En waarom is dat nooit waargemaakt? Omdat op alle niveaus waar we het nu over hebben. De NAVO wilde de Amerikanen niet mee. De Veiligheidsraad wilde de Russen niet mee. En waarschijnlijk de Chinezen ook niet meer, weet ik niet meer uit mijn hoofd. In de Europese Unie waren bondgenoten min of meer van de verschillende strijdende partijen.
Ja. Dus die willen het ook niet eens. Dus er was geen enkel draagvlak om welke partij dan ook te kiezen. En onder de druk van, we kunnen het toch niet op zijn beloop laten, zijn er veel te weinig mensen met veel te weinig bewapening, met veel te weinig mandaat en met een neutrale rol gestuurd. Ja, de rol was uiteindelijk neutraal, maar het beginpunt van Philippe Morillon, die daar stond met een megafoon, in Srebrenica, you are now under the protection of the United Nations. Maar dat zijn dus de valse verwachtingen. Ja, dat zijn de valse verwachtingen. Maar dat is niet neutraal. Hij was neutraal tot het moment dat hij de megafoon pakt. En dus hij probeerde iets af te dwingen wat uiteindelijk nooit is gerealiseerd. En wat in de situatie die we allemaal zo kennen rondom 11 juli en daarna, ook Dutchbat niet kon realiseren, al had je alles bewogen wat er nog te bewegen was. In de maanden, in de jaren daarvoor, weet ik dat Joris Voorhoeven, maar dat was er ook maar één, alles heeft gedaan om meer troepen te bewegen en meer draagvlak te krijgen voor steviger ingrijpen. Omdat je kon zien, omdat hij zag wat er aan het gebeuren was. Maar het was te laat. Te laat in de zin van, de resolutie lag er. De Amerikanen wilden niet. Enzovoort. Hè. Clinton zat in zijn eerste periode. Dat zijn allemaal niet excuses, maar dat zijn verklaringen voor waarom het zo is gegaan als het is gegaan. Mag ik dat ook vragen aan Christ Klep, militair historicus? Neutraliteit in een conflict leidt tot onverschilligheid en die is dodelijk. Dat is wat Alma zegt. Volgens mij vecht persoonlijk de Morillon dat. Want wat deed hij? Hij deed wat in het jargon heet een gezinsheidsethische belofte. En de belofte is eigenlijk... Wat zei je nou precies? Een gezinsheidsethische belofte. Ja? Hij zei eigenlijk, maar dan in gebrekkig Engels, ik zou eigenlijk mijn shirt open willen trekken. No passeron. Je komt er niet voorbij zonder dat je over mij en over mijn mannen heen gaat. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, wat zou er gebeurd zijn als Karremans? Ik chargeer het even. Ja. Wat zou er gebeurd zijn als Karremans voor... Even overdrachtelijk gesproken. Voor Mladic was gaan staan en bij wijze van spreken zijn shirt had opengetrokken. No passeron. Je komt er niet voorbij. Dat is een gezinsheidsethische belofte. Hij neemt eigenlijk de stap van neutraliteit naar partijdigheid, maar verwoord als neutraliteit. Dat kan. Ja. Ik bedoel, dat zie je in de politieke wetenschappen en in de politiek voortdurend gebeuren. Wat er vervolgens gebeurt, is dat uitvoering daarvan, en je kon het, ik heb al eerlijk gezegd, je kon het vloeken horen in New York en Parijs, shit, nou moeten we dat gaan uitvoeren. Met veel te weinig man en met veel te weinig spullen. Dan doen we het op een zo laag mogelijk niveau, met zo weinig mogelijk mankracht. En met de beroemde punt 50 mitrailleur discussie past daar mooi in. Ja. Zodat we in ieder geval niet gaan provoceren. De uitvoering was verantwoordelijkheidsethisch. Dat wil zeggen, we moeten er nu voor zorgen dat de gevolgen van wat wij doen niet erger zijn dan de belofte die we gedaan hebben. Nou, dat is volgens mij het probleem Srebrenica in een notendop. Het zijn verschillende beloftes gedaan. Is dat verwant aan het spreekwoord zachte heelmeesters maken stinkende wonden? Wat ik vaak doe in het geval van optreden van Nederland in Srebrenica. En dat heeft heel veel wonden gemaakt. Hè? Dus niet alleen bij ons nabestaanden. Want ik herken echt wel leed ook van Dutchbat-veteranen die er waren. Want die zagen dat gebeuren. En ze konden niks. Dus als er iemand is die begrijpt dat zij ook echt geleden hebben daaronder, ben ik het wel. Ja. En dus wij als overlevenden hebben heel veel last van gehad. Dutchbat heeft heel veel last van gehad. Ik zou zeggen, jongens, luister nou eens naar ons. Want wij hebben dat zelf gezien en ervaren. En ja, wie kan het beter vertellen dan wij? Wat heb je in zo'n situatie wel of niet nodig? Ja. Ik ga heel even vragen. We hebben verschillende Dutchbat-veteranen hier op het podium, maar ook in de zaal. Is er iemand van jullie die wil vertellen of het voelde destijds dat je in de enclave Srebrenica, het VN-veilig gebied, aanwezig was om een bevolkingsgroep te beschermen of om tussen de strijdende partijen in te gaan staan? Meneer Dijkema.
Servisch meisje ook een schrift op de pen brengen. Ja, zelfs dat het kleinste detail moest je op het tijd blijven. Op het moment dat je met de bevolking te maken krijgt, en wij waren gestationeerd in de enclave, dan kies je automatisch voor die bevolking. En dat is ook waarom bij ons zoveel problemen ontstaan is, want dan kom ik op de manier achter u terecht, dat conflict in jezelf van het gekozen hebben voor die bevolking en niks mogen en kunnen doen, dat heeft bij ons de ellende veroorzaakt. Dat heeft het conflict in onszelf opgeleverd, waarbij we tot de dag van vandaag moeite hebben. Dus als mens heeft u het idee van wij kozen wel degelijk partij, wij wilden de bevolking beschermen, bij onze opdracht... Nou, ik spreek nou, voorlopig even ja. Van mezelf, maar ik denk niet dat ik één ben. Ja, ja, ik probeer het even samen te vatten. Ja, u bent de hele week op tv en u is mijn naam... Chris Matthijs. Ja. Ik had het zonder microfoon over, dus is het al... U mag ook hier... Ja, nee, ik wil het al opzien, ja. Blijven zitten, dat maakt me niet uit. Het is voor de kijkers... thuis beter te verstaan als u de... Nou, dan kon even daar staan. Hoe heeft u het ervaren als toen u daar was? Het is dubbel, maar dat zit al in het mandaat en de opdracht achter het Safe Area concept. Want laten we wel zijn, hè, dat concept is uiteindelijk begonnen met Mourillon door de VN ingesteld. Om die 5 à 6 gebieden in Bosnië te beschermen, de enclaves. Maar ook tegelijkertijd op de grens te zitten van die gebieden tussen de partijen. Met daar zit al schizofrenie in. Ja. En dat maakt het heel moeilijk als je daar zit. Dus ik ben het eigenlijk wel eens met de stelling. Het is al heel moeilijk, zeker in die situatie, om neutraal te zijn. Ja. Waar het om gaat is dat je die neutraliteit probeert natuurlijk na te streven en voortdurend afwegingen maakt. Maar er zit al een soort van schizofrenie in het mandaat van destijds. Het is tegenstrijdig, hè? Het is tegenstrijdig. Het mandaat was bestond voor een deel uit peacekeeping, ja. Het vrede bewaren, die er misschien niet eens was. Nee. En het andere was peace enforcing, en dat is het afdwingen, maar dat was dan voornamelijk door luchtsteun aan te vragen als de enclavegrenzen geschonden zouden worden. Nee, nee, nee. Ik wil het ook geen peace enforcing noemen. Nee, die twee VN-categorieën bestaan. Ja. En die van peace enforcing is jullie afgenomen in de loop van de maanden, in ieder geval na het val van Srebrenica. Heeft er nooit ingezeten. En luchtsteun van is... Van blauw naar groen, kapitein Groen in de Bravo-compagnie die een groene opdracht krijgt. Is geen peace enforcing, met alle respect. Maar goed, ja? Nou, dat is wel doorheen... Nee, maar goed, dan komen we in de details. Ja. Ja. Maar dat is wel doorheen gebroken op een goed moment, van blauw naar groen. Ja. Maar van blauw naar groen de resolutie, is afdwingen, maar dat is het partij. Het mandaat was puur peacekeeping, hoofdstuk 6. Precies. Het handvest van de Verenigde Naties. Precies. En uitdrukkelijk niet handen. Nee. Ik bedoel... En van toen ik aan deze ging daarover. Ja, ja. Nee, eens. Het was een peacekeeping missie. Hè. Je kunt erover discussiëren of überhaupt peacekeeping was. Ja. Eigenlijk niet. Hè. Ja. Niet daarover hebben. Nee. We nee. Hebben net vastgesteld, dus hè, om niet neutraal te zijn, moet je een partij kiezen. En een partij kiezen vraagt er ook om van, goh, hoe verhoud ik mij tot een bepaalde partij en welke partij kies ik? En als ik voor die partij kies, welke mandaat accepteer ik? Dus je kan ook proactief daarin zijn en zeggen, oké, maar met die mandaat ga ik niet daar naartoe. Ja. En daar kan krijgsmacht wat aan doen, maar daar kan zeker ook politiek wat aan doen. Want volgens mij was het ook geen VN die bedacht heeft, wij gaan met lichte wapens daar naartoe. Volgens mij was het wel degelijk de Nederlandse staat. Het was ook de VN, want toen het CVR-concept ingesteld is, was de analyse, we hebben tussen de 30.000 en de 40.000 militairen nodig om de gebieden te kunnen beschermen. Die kwamen er niet. De inventarisatie binnen de Verenigde Naties leverde ongeveer 7.000 soldaten op. En toen heeft de VN gezegd, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan en dan passen we het mandaat aan en dan hopen we dat de aanwezigheid van blauwhelmen genoeg is om de vijandelijkheden te stoppen. Zo is het. En dat betekent dat het in ieder geval wringt. Wat u zegt, het wringt. De
Nou, nee, daar wil ik ook nog even op ingaan, want wij waren niet naïef. Ik hoorde Anne Mulder gisteravond of eergisteren zeggen dat hij een professor belt en die geeft duidelijk aan, jongens, dit is niet te verdedigen. Die kennis hebben we hier in Nederland aanwezig. Waarom maken wij daar geen gebruik van? Hoe kan dat dat een professor van Anne Mulder dat weet, maar dat, dat die kennis de weg naar politiek of degene die beslissingen hierover neemt niet weet te vinden? Nou, bijna in een defensieve rol, dat wil ik helemaal niet. Ik bedoel, het is juist bedoeld om te zeggen, dat was dus niet goed zoals het daar is gegaan. Maar die naïviteit was er wel degelijk. Mag ik iets op inhaken? Want ik denk dat dat gewoon niet helemaal klopt. In de delegatie van, of door de delegatie van Morillon is er een rapport opgemaakt. Dat heet een Special Situations Report van 20 maart 1993. Dat is trouwens opgesteld door een Nederlander. Ook wel interessant voor de contacten. En daarin staat, en dat citeer ik letterlijk over de situatie die er was. Er zijn aanwijzingen dat de Serven een genocidale zuivering van de gehele enclave zullen uitvoeren. Die mogelijke dood van zo'n 80.000 mensen tot resultaat kan hebben. In ieder geval is er weinig hoop dat de huidige inspanning om de Serven te laten stoppen met hun aanval succesvol zal zijn. Het is niet waarschijnlijk dat zij hun offensief zullen stoppen totdat de enclave op de een of andere manier is leeg. Gemaakt. Dat was 1993. Ja. En dat is, ik veronderstel dat dit informatie is, omdat het een Special Situations Report is van de VN, opgesteld door een Nederlander, dat dat ook aanwezig geweest moet zijn bij het Nederlandse kabinet. Ja, de Nederlander was van Kappen waarschijnlijk in, nee, die in New York, of niet? Nee. Het was iemand uit het, het was Leentjes, iemand uit het UNMO-team. Maar het is goed wel om naar die periode terug te gaan. Want Alma, ik denk ook dat iedereen in Oost-Bosnië daarvan was doordrongen. Val ik in handen van de Bosnische Serviërs, dat is gewoon het ergste. We worden uitgemoord. Kijk maar naar Bjelina, kijk maar naar Prijedor, kijk maar naar al die andere plekken. De collega-journalisten, correspondenten, vreesden ook het ergste. Ik herinner me dat UNHCR-medewerkers in Srebrenica, Almir en Farouk, de fax hebben gebruikt met een soort laatste SOS. Wij moeten nu weg. Maar kan iemand nog ingrijpen? We worden allemaal vermoord, staat er letterlijk in. En ze moesten kiezen welk nummer ze die fax zouden sturen. En ze hebben hem naar het allerhoogste niveau wat ze op hun lijstje hadden, naar Genève gestuurd. En dat was echt een save our souls bericht. Ja. Wij gaan nu dit kantoortje moeten verlaten. We moeten rennen voor ons leven. Dus iedereen was daarvan doordrongen, lijkt het wel. Behalve mensen in defensie, bij defensie. Misschien bij de bataljonsleiding. Weet ik niet. Ik. Wie wil daarop op reageren? Hoe was het besef destijds van wat daar kon gebeuren? Maar hoe was het voor de mensen die aan de knoppen zaten? Hadden die dat besef? We hebben Jan Pronk gezien, minister Jan Pronk, die zei, het is genocide. Maar toen was het al gebeurd. Dat was al gebeurd. We hebben het nu over 93. Ja, maar nu even, dit is de eerste aanwijzing. Die hebben we dan, die rode vlag hebben we misschien gemist.
concentratiekampen in Prijedor kunnen missen. Ja. Ja. Dat was 92. Ja. En wat in Prijedor in 92 is gebeurd, dat was al dus eens gebeurd. Wat in Srebrenica 95 is gebeurd, is in Prijedor in 92 gebeurd. Ja. Ja. Ja, de wapens er ligt. Maar wat zou er gebeuren met de mensen die worden afgevoerd? De mannen die niet mee mogen in de bussen. Was er een besef dat die niet aan zouden komen omdat ze vermoord zouden gaan worden? Bij de Bosniërs wel. Bij de aanwezige journalisten in meerderheid wel. Bij mensenrechtenorganisaties, vredesbewegingen wel. Hoe kan het dan dat... Bij televisiekijkers ook... Over dus dat je ziet wat daar aan de hand was in die grotere context van de oorlog. En ik denk dat je dan, natuurlijk er stond van alles in de kranten, er was nieuws over de concentratiekampen, maar er lagen ook heel concreet rapporten waarin dat beschreven werd, waarvan ik uitga dat die ook bekend waren bij de Nederlandse regering. Dus net als Special Situations Report is er een van, maar er was bijvoorbeeld ook de commissie Kalshoven, die begin februari 1993 een interim rapport uitbracht over de ernstige mensenrechten schendingen in Bosnië en doorgaande praktijken van etnische zuiveringen, zoals dat dan wel genoemd werd. En dat rapport is een hele belangrijke aanleiding geweest, overigens, voor het stichten van de tribunaal. En ik zal ook een heel klein stukje uit citeren, waarin gewoon heel letterlijk duidelijk wordt wat daar aan de hand was. Er staat: beschouwd in de context van de conflicten in het voormalig Joegoslavië, betekent etnische zuivering dat een gebied etnisch homogeen gemaakt wordt door gebruik van geweld of intimidatie om personen of bepaalde groepen uit een gebied te verwijderen. En op basis van de rapporten die het beleid en de praktijk beschrijven in het voormalig Joegoslavië, heeft etnische zuivering plaatsgevonden door middel van moord, marteling, willekeurige arrestaties en gevangenneming, buitenwettelijke executies, verkrachting en aanranding, het vasthouden van de burgerbevolking in ghettogebieden. En deze praktijken zijn misdaden tegen de menselijkheid en kunnen beschouwd worden als specifieke oorlogsmisdaden. Verder zouden deze daden ook binnen de genocideconventie kunnen vallen. Dus dat was de beschrijving van wat er aan de hand was voor 1993. Uit een rapport. Uit een rapport van de VN-commissie. Dus dat was gewoon een VN-rapport. Maar dat daar sprake van was, dat wisten we. Hè? Dat wisten we vanaf Vukovar, waar het al vreselijk fout was gegaan. En daarna zakte het Bosnië in. De kern van de zaak is niet dat... Denk, althans waar we het over hebben nu, maar is dat er nergens ter wereld een overeenstemming te bereiken was over een stevige ingrijpen van militaire aard in dat conflict. Was het niet. Maar we hebben het ook over het bewustzijn. Hè, van, ja, nee. Waar zijn we beland? Hebben wij ik herinner me het laatste Kamerdebat voor de uitzending. Dus voordat Dutchbed 1 ging. Hè, dus eind 1994. Er waren twee Kamerleden. Er was één Kamerlid tegen, dat was Jan Maat. Ja. En er was één Kamerlid die na een bezoek aan het gebied vragen stelde of het nou wel zo'n goed opgezette missie was. Dat is de betreurde Maarten van Traan. Maar toch ga ik u even ontbreken. Alles. Want we hebben het eigenlijk over het bewustzijn bij verantwoordelijken binnen de krijgsmacht, binnen defensie, binnen de politiek. Wisten we waar we belanden? U wilde daar iets over zeggen? Ik wilde graag even terug naar de stelling van Alma, want ik denk, we kunnen heel erg aan waarheidsvinding doen. Maar volgens mij is de titel van dit symposium En Nu. He, dus we zitten heel erg in het verleden te graven, terwijl er prachtige rapporten zijn geweest. Ik zou graag de betekenis willen zoeken voor het nu. Als het waar is dat je in een conflict niet neutraal kan zijn, wat betekent dat dan? He, want er zitten hier ook heel veel veteranen en nabestaanden. En ik zou graag de winst op willen halen van de lessons learned. Ja. Dus ik heb zelf weinig behoefte aan wat nou in 93 op plaats A is besloten. Ja, maar dat komt goed uit, want we hebben twee stellingen die sluiten hierop aan. Ja. En die... Heel kort op reageren. Ja. Ik vind dat een hele goede aanvulling, Erwin. En ik heb laatst tijd heel veel gesprekken met de Dutchbed veteranen gevoerd. En je ziet, als zij dit begrijpen, want heel veel begrijpen dat nog steeds niet. Heel veel Nederlanders begrijpen niet hoe dat ontstaan is. Nogmaals, als we het hebben over burgeroorlog, strijdende partijen, moslimstrijders, et cetera. Dat is bewijs dat we niet begrepen hebben wat zich daar heeft afgespeeld. En die jongens, inmiddels oudere mannen, die
snappen het vaak ook niet. Sommigen wel, sommigen hebben het wel zich in verdiept en weten wel, maar heel veel weten dat niet. Na onze gesprekken zie ik verandering. Dat helpt ze ook in hun verwerkingsproces. Dus als we het hebben over nazorg richting veteranen, toentertijd hebben jullie ze gestuurd zonder te weten waar ze naartoe gaan, niet goed voorbereid. Maar je kan het nu recht trekken, want ik begrijp ook dat 5 jaar later men bewust werd van, goh, als je naar de volgende uitzending gaat, dan moet je dat anders doen, moet je je beter voorbereiden. Maar wat heb je dan gedaan met de Dutchbat-veteranen? Die hebben nog steeds geen lessen over wat zich daar echt heeft afgespeeld, gekregen. Ze weten dat nog steeds niet. En ik merk dat het echt helend werkt als we daarover spreken en als ze ook wat boeken daarover lezen. Dan pas plaatsen ze dat. Dan pas begrijpen ze die ogen die naar ze keken en smeken. Doe wat. Mag ik daar een vraag op aanvullen? Want die vind ik wel in deze context relevant allemaal. Maar vind je dan ook, want ik kan je redenering wel volgen, denk ik. Maar vind je dan ook, want daar begint het eigenlijk. We zetten militairen in op basis van een politiek besluit. En in dit geval gebaseerd op een VN-mandaat. Vind je dan dat in het politieke domein, Nederlands, maar ook VN-verband, we wel goed begrepen hebben wat er aan de hand was toen we het als VN het Safe Area-concept gingen instellen en toen Nederland besloot om daaraan een bijdrage te leveren? Want daar begint het. Nee, je kan niet wapenembargo invoeren voor ene partij en andere zijn gang laten gaan. Nee, dat klopt. Maar we hebben het nu over, en wat nu? Hoe nu verder? Ik zou willen zeggen van, goh, die hele bataljon moet bij elkaar komen en we moeten daar een keertje goed over spreken. Dat zal ze zeker helpen bij de verwerking ervan. Dat is ook een van de stellingen. Juist het bij elkaar brengen, misschien wel wat we nu een klein beetje in dit verband al aan het doen zijn, van de overlevenden, van de Dutchbat-veteraan en het gesprek aangaan. Even voordat we op dat punt komen, wat dat ons zou kunnen brengen om dat gesprek aan te gaan. Er zijn 2 stellingen die liggen precies in het verlengde hiervan. Het verlengde van de beginstelling van Alma Mustafic. In een conflict kun je niet neutraal zijn. We hebben een andere stelling, die kwam uit de documentaire, volgens mij uit uw mond, meneer Matthijs. Militaire besluitvorming moet niet in politieke handen worden gelegd. En in het verlengde daarvan heeft u, Erna van Rijsdijk, gezegd, ja, eigenlijk is die afweging, politieke wenselijkheid of militaire haalbaarheid, een oneigenlijke, dat kun je niet afwegen, dat moet anders. Ik zei dat, zo zei ik het niet helemaal. Natuurlijk. Nee, maar als ik het helemaal oplees, dan. Ja, ja, ik ben wel wetenschapper natuurlijk. dus ja, ik hecht veel waarde aan precisie in deze geval. Het gaat mij er niet om dat de politieke wenselijkheid en de militaire haalbaarheid niet afgewogen moet worden. Ik denk dat het heel belangrijk is. Alleen het grote probleem wat ik zie, is dat we het dat de manier waarop we formuleren wat het probleem is, het grootste probleem is. Kijk, als we het erover eens zijn, en dan kom ik ook terug bij de stelling van Alma, dat daar een burgeroorlog aan de gang is. En we gaan kijken, nou, wat gaan we doen om daar politiek wenselijk en militair haalbaar in te gaan staan. Nou, dan kan dat heel goed zijn dat je dan uitkomt op van, nou ja, het zijn misschien niet zoveel troepen als we willen, maar we doen toch iets. Dan uit de logica van die probleemstelling, daar vloeien een heel ander soort oplossingen uit voort dan dat je zou zeggen van, nee, wat daar aan de hand is echt een dreigende genocide. Dus dat is het, even voor de duidelijkheid. Hè? Dat is het verschil. Ga je uit van, oké, er is een burgeroorlog aan de gang, wat gaan we doen? Of er dreigt een genocide, wat gaan we doen? Precies. En ik ben helemaal niet voor tegen goede bestuurlijke of management oplossingen. En op het moment dat we het erover eens zijn dat dat echt het probleem is dat we aan het tackelen zijn, nou, laat het dan ook inderdaad in godsnaam aan militairen over om dat te doen. Alleen het lastige is natuurlijk dat ook militaire beslissingen, militaire oplossingen nooit zo maar neutraal zijn op het moment dat wij daarheen gaan met bepaalde wapens of bepaalde wapens achterlaten, verandert dat ook alweer de situatie. Dus politiek is niet alleen maar iets wat natuurlijk bij de regering ligt, maar politiek is het hele proces waarin we iets tot probleem maken, tot probleem definiëren. En daar hebben wij allemaal mee te maken op alle niveaus. En
ik vind daarbij wel dat er een grotere verantwoordelijkheid ligt voor die probleemformulering, hè, bij politie, maar misschien ook wel bij wetenschappers zoals wij zelf, bij de media, bij de juristen die hun definities meegeven. Maar uiteindelijk in elke stap in het proces, op elk niveau, speelt het een rol dat er wij ook politiek bedrijven met de manier, met wat wij zeggen, dit is wat er aan de hand is. En als we het daar over eens zijn, dit is wat er aan de hand is, ja, dan kunnen we het over de oplossing. Maar misschien is daar ook wel weer een probleem mee, omdat je dus niet altijd eens kan worden over wat er aan de hand is. Ja. Hè? Dus zeker in een democratie, en er zijn verschillende meningen en die moeten samenkomen. Ja. En dan, wij vinden dat heel belangrijk, hè, dat die besluitvorming via een democratische weg plaatsvindt. Ja. En is het resultaat dan niet, en dat vraag ik maar aan wie wil, eigenlijk per definitie doormodderen? Nou, en heel vaak wel? Heel vaak wel. Heel vaak wel. Hou mij vast. Ja. Zijn er mensen die zeggen meteen van, nee hoor, je kan heel scherp een besluitvorming, militair, dit gaan we doen, we gaan de Yezidis helpen op een berg, ik noem maar wat. Ik zou zeggen ja. Je zou zeggen ja. Ja, ik denk niet als het. Maar je kan binnen een democratische besluitvorming tot een scherpe probleemstelling komen en dan eventueel ingrijpen. Nou ja, kijk, je moet expertise zoeken daar waar die expertise aanwezig is. Wacht even hoor, we hebben nu een nee en een ja. Dat waarschijnlijk wordt het toch doormodderen. Of je kan wel degelijk een scherpere besluitvorming krijgen. Ah. Meer toegespitst op het werkelijke probleem. Ook binnen een democratie. Zijn er meer mensen die hier... Nee. Nog, want het idee dat een politieke weging doormodderen is, ik denk dat het vooral gaat om de acceptatie dat bepaalde problemen natuurlijk een afweging zijn. Hè? Dus dat zijn allemaal belangen. Maar daar moet je niet net over doen alsof je alleen maar zegt van nou, wij spreken met een objectieve blik, dit is het probleem, dus we gaan die oplossing doen. En ik denk, als ik terugkijk naar het proces, dat in dat aanwijzen van dat we een soort objectiviteit hebben van dit, zo zat het in elkaar, dat daar heel veel is misgegaan. En dan nog, kijk ook als maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, dat door ten eerste ook te erkennen dat, maar we beginnen natuurlijk met de feiten op een reis te zetten, maar vervolgens de manier waarop we zeggen, nou, dit vinden wij hele relevante feiten, dit vinden wij hele belangrijke zaken, dat is een door en door politiek proces en dat moeten wij erkennen. Maar die discussie is niet helder zuiver gevoerd. Mag ik nog één van een Vlaamse journalist, die zegt, beste mensen, de waarheid ligt in het midden. Dus daar waar je bij de ergens in het midden komt. Nou, dat is volgens mij in strijd met Alma's stelling van zojuist. Ja, dat... Bij een conflict ligt de waarheid niet in het midden. Nee, ligt. Oh, ligt in het midden. Dus standpunt 1, standpunt 2. En dan gaan we consensus bereiken en dan krijgen we iets. Ja, dat was eigenlijk niet het probleem. Of zo zat het niet in elkaar. Of we gaan met een blauwe helm iets groens proberen te doen. Of ik noem maar wat. Dat gebeurt heel vaak in politieke besluitvorming in Nederland. Dat wil niet zeggen dat je het niet zo zou kunnen bedenken dat het wel tot zinnige besluiten leidt. Maar heel vaak zijn daar of geen meerderheden voor, of geen coalities voor te vinden internationaal. Dus in die zin is er vaak een soort machteloosheid. En zojuist zei iemand net al, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dus zijn we met 7000 lichtbewapende mensen een missie gaan doen door daar aanwezig te zijn, op hoop van zegen. Ja. Ook gaan wegmoffelen, want waar we eerst misschien ook mensen zoals Voorhoef hebben gezegd van, nou, wat hier aan de hand is, dat is misschien wel een genocide. Op het moment dat we daarheen gingen, werd het als een humanitaire interventie verkocht. Dus daar in dat hele proces van wat is het probleem wat we aan het oplossen zijn, is men toch heel ver meegegaan in het onder tafel schuiven van wat er aan de hand is. En dat is denk ik niet nodig. Ik zit hier niet in politiek te verdedigen hoor, maar gewoon, ik probeer even terug te kijken naar, weet je, kan natuurlijk nu analyseren wat is er allemaal fout gegaan, dan kom je tot hele mooie standpunten. Maar je kunt je ook afvragen hoe heeft nou zo kunnen komen en hoe kun je en wat kun je ervan leren in voorkomende gevallen dat je tot betere besluiten en tot betere acties komt. Nog even, in het algemeen denk ik dat ik de stelling aandurf dat de krijgsmacht denkt van, oh, de politiek.
er hangt een grote onzekerheid bovenop de taken die we krijgen toebedeeld. Dus dat vanuit de krijgsmacht met zorg wordt bekeken met welke opdrachten worden wij ergens op afgestuurd. Maar hoe kan dat beter in de toekomst? Wat kan je wel en niet? Dus wat is wel haalbaar, wat is niet haalbaar? Je kunt ze waarschijnlijk niet helemaal uit elkaar trekken, hè, politiek en militair, als het gaat om besluitvorming. Militairen hebben zo hun eigen idee en middelen om dingen te bewerkstelligen. Politiek geeft een opdracht mee. Is daar kan de politiek de krijgsmacht beter aansturen in vredesmissies dan nu? En dan vraag ik toch aan Chris Klep. De proefschrift gaat vergelijk 3 vredesmissies van Somalië en Rwanda. Dan is het korte antwoord nee. Nee, het gaat niet beter. Daar heb je een dictatuur voor nodig. Ik ben een Nukebu. Heb je daar een dictatuur voor nodig? Nutteloos kutburger, maar ik wil toch wel iets zeggen over die militairen. De dienstplichtigen herkennen dit wel. Ja. Iets zeggen over die relatie tussen militairen en politiek. Er is geen ander vak dan militair zijn. Ja. Simpelweg omdat het om een aantal dingen draait. Geweld. En uiteindelijk om professionalisme. Dat samenhangt met moed. En met lafheid. En we hebben een beetje tot nu toe gemist volgens mij. En daarom is het volgens mij ook zo moeilijk om die stappen te maken. Misschien is dat ook wel iets waar allemaal voortdurend tegenaan loopt. Is dat die grote morele roze olifant. Die staat nog steeds in de kamer. Ja. En dat is de vraag die tijdens de uitzendingen van Koen Verbraak weer aan de orde kwam. Overste Karremans, heeft u gezien dat de mannen werden gescheiden van de vrouwen? Overigens tot mijn stomme verbazing zei hij ja. Ja. Maar goed, dat heel wat anders. Dat is de vraag die je net aan de orde stelde. En die misschien wel niet te beantwoorden is. Wisten jullie wat er met die mannen ging gebeuren? Ja. En volgens mij is dat een perfect voorbeeld, helaas, van wat ik bedoel met die versteende getuigenis. Stel je voor dat een van de Dutchbatters of een van de verantwoordelijke generaals, officieren, nu zou zeggen, ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wisten we dat wel. Ik denk dat de rechtszaken zich gaan opstapelen. Dus binnen dat versteende verhaal is er geen uitweg. Binnen dat versteende verhaal geen uitweg? Zolang wij maken geen morele stappen verder met Srebrenica, dat doen we nu namelijk al 25 jaar, als niet iemand die morele olifant uit de kamer duwt. Maar wat misschien je is dat precies, dan datgene waar we even tegen aanlopen. Verder. Want dit is meteen ook je stelling, hè? Of uw stelling dat we dus eigenlijk die getuigenissen, die ervaringen, die zijn gestold, die zijn versteend en die zijn bijna niet meer te veranderen of helemaal niet meer. Ja, het blijft. Maar wat is er voor nodig om ze wel? Ik wil voorkomen om het tot Karremans besje te maken, maar als aan Karremans gevraagd wordt, wie staat daar voor je, die generaal Mladic, en hij zegt dan, ja, dat was een hele onbeschofte vent. Ja. Dan zitten we dus in dat versteende verhaal. Nou, maar wacht even. Hij zegt ook, en dan komt hij op de persconferentie op 15 juli, ja, komt hij in Zagreb. Dat hoort er ook bij, ja. En dan zegt hij, nee, ik wil hem geen oorlogsmisdadiger noemen. Hij is een groot militair strateeg. Hij heeft het over Mladic. Ja. En hij zegt ook, hij heeft ons knap uitgemanoeuvreerd. Ja. Stel je nou eens voor. Hij spreekt uit zijn getuigenis van 15 juli 's middags een ander verhaal dan van de week op tv. Maar stel je nou eens voor dat hij uit dat, oké, dat is een nuanceverschil wat hij aanbrengt, zou kunnen zeggen. Nou. Hij is in ieder geval niet door veel mensen opgepikt, want ik vond hem verrassend. Ja. Oké, misschien is het een eerste stapje. Maar stel je voor dat we uit dat verhaal treden met z'n allen. En we zeggen eigenlijk, die morele olifant. Maar uit welk dat zijn verhaal? Wij. Uit welk verhaal? Het verhaal, dat verantwoordelijkheid, ethische verhaal. Dat verhaal dat we niet de middelen hadden. Dusbet niet de middelen had, Nederland niet de middelen had, de VN niet de middelen had. Om maar daar misschien heel veel ook wel zeggen, doen. We hebben het fout ingeschat. Nee, dat we daarom de keuze hebben gemaakt, en dat is die roze olifant, om 350 mannen en te offeren. En, 350 mannen, op de kop, over te dragen aan de Serviërs, vanuit de gedachte dat 30.000 levens kon redden. Dat is de roze olifant in de zaal. En maar zou het helpen als mensen dat, die erbij waren, dat nu anders gaan zien? Als Karremans zelf zegt dat hij heeft gezien dat die mannen en vrouwen gescheiden werden, wat tegen het oorlogsrecht is. En hij blijft in eerste instantie in dat versteende verhaal. Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb er wel van gehoord, maar verder niks gehoord. Niks gezien.
dan moeten we na 25 jaar behoorlijke kloven overbruggen, behoorlijke stappen maken om enigszins richting Alma te komen. Ik zie wel verandering. Ik zie ook verandering. Wat ik zag in die drieluik is dat vooral gewone soldaten, militairen die echt enorm getekend zijn, die gingen echt wel vrij uitspreken. En die, dat zijn de verhalen die wij als nabestaanden ook heel graag eerder hadden willen horen. Uh-huh. En naarmate de rang hoger kwam, kwam ik, zag ik dat inderdaad, wat jij ook gezien hebt. Dat verkrampte, verroeste, ik noem het verroeste discussie, dat je gewoon... Dus naarmate de rang hoger wordt, dus je komt bijvoorbeeld bij luitenant-kolonel destijds Karremans, dan is er meer versteendheid dan bij de jongens en meiden... Overigens een heel bekend fenomeen. Ik bedoel, dit is niet in Nederland alleen. Dit speelt bij alle... bestudeer My Lai en je ziet exact dezelfde mechanismes werken. Vietnam. Ja. Maar de, we hebben ook net even een voorgesprek gehad met verschillende mensen. En toen kwam ter sprake dat de getuigenissen van de Dutch Petters direct na de val, na de genocide, terwijl dus de media begonnen vol te lopen met gruwelverhalen en Jan Pronk het woord genocide al in de mond had genomen, in die weken heb ik verschillende Dutch Petters gesproken die... Als ik ze nu terughoor deze week, een ander verhaal vertellen. En ik denk dat beide waar zijn, maar dat misschien de accenten verschillen, maar dat, dat ook de verwerking de beleving heeft verschoven. Maar dit is een idee en ik wil graag weten of daar mensen zijn die zeggen van ja, zo is dat mij gegaan. Ik had... Toen ik 19 was of 20 of 24 en toen ik daar uitkwam, had ik een ander idee dan dat ik nu heb. Ik wil dat eigenlijk wel horen. Wat zeiden ze toen dan? Nou, ik heb heel veel mensen gesproken die zeiden van, eigenlijk hetzelfde wat Karremans op de persconferentie zei. Beste mensen, journalisten, jullie hebben er geen idee van. Er zijn alleen maar bad guys en het zijn geen bad guys en geen good guys. Jullie weten niet dat de Bosnische moslims 192 dorpen hebben platgebrand. 192 dorpen hebben platgebrand. Quote unquote. En als je hem nu hoort, hoor je een ander verhaal. Ik heb andere Dutch Petters gesproken. En die zeiden van, ja, toen Raviv van Rensen werd vermoord. Hè, door een moslimstrijder met de handgranaat. Toen hadden we helemaal geen zin meer om nog een poot uit te steken. Ik zou gaan trouwen. En mijn rotatie viel in het 100. En dan beginnen ze verdomme met een oorlog. Hè, er wordt nu geschoten. En ik had zo'n hekel aan ze toen ze Raviv van Rensen ze vermoord hadden. En nu hoor ik op de televisie bij die getuigenis Lisbeth Beukema zeggen. Beukeboom. Ik geloof dat zij het was. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat iemand die granaat heeft gegooid. Dat is toch een ander verhaal? Zijn er meer mensen die dit hebben ervaren? Die erbij waren en die zeggen van... Nou, als je me in juli 95 had gevraagd... Of als je me in juli 2020 had gevraagd... Kom ik met... Veel meer informatie in context. Dan verschuiven meningen. Dus de informatie die later is toegevoegd, doet de context. Ik zie u knikken. Heeft u dat zo ervaren? Of, Goedemiddag trouwens. Ja. Goedemiddag, ook veteraan in de zaal. Ja, absoluut. Want ik denk dat het heel makkelijk is om nu te oordelen hoe mensen in 1995 handelen. Ik zat er overigens tot januari 1995. Ik was van Dutch Bed 2. Ik denk dat, dat zag je een mooi ook voorbeeld in die documentaire, dat veel mensen die in die documentaire hun kennis hebben moeten vormen in de jaren daarna. Want die waren soldaten in de missie, hadden waarschijnlijk een heel klein gebied van informatie en hebben daarna al informatiestukjes opgepikt. Dus logisch dat je in de loop van de tijd, als je hoort wat er is gebeurd, dat je daar dan ook meer beeld en geluid bij krijgt en er ook een oordeel over kunt vormen op basis van wat er speelt. Overigens geldt dat niet alleen voor informatie, het geldt ook over je moreel bewustzijn.
bewust zijn. Ja. Want een van de zaken die wij meekregen met z'n allen was bijvoorbeeld dat we moesten ontwapenen. Ja. En ontwapenen kreeg gelijk een lading als je in het gebied was, dat de mensen die in het gebied zaten en die beschermd werden door de schil die we eromheen moesten vormen en waar we de wapens moesten wegnemen, we vervolgens erachter kwamen in het gebied zelf dat ze die wapens ook nodig hadden om zich te beschermen tegen invloeden van buitenaf, laten we het zo zeggen, door Servische invallen, of Bosnische Servische invallen, om te overleven. Waar ze dezelfde wapens voor nodig hadden, ja, die wij af moesten pakken. Dus ja, ook met sympathie en de manier waarop je denkt over sympathie, dat verandert ook in de loop van de jaren als je meer stukjes informatie krijgt. Ja. Voor mij was het wakkelijk. Ik was compagniecommandant. Ik kreeg heel veel mee. Maar als je soldaat bent, korporaal bent, een heel klein gebied van verantwoordelijkheid hebt, alleen die beelden meebrengt, ja, dan vormt zich dat in de loop van de jaren, in de loop van het leven. Ja. Is dit in overeenstemming met versteende getuigenis? Of wat je nu hoort, u nu hoort, meneer Klep, is het toch dat het wel kan schuiven? En welke kant schuift het dan op? Nou, als dat zo is, dan zijn we, en dat zou passen in de gedachte dat het meestal na een generatie is. Ja. En na 25 jaar, dan beginnen dat soort dingen te verschuiven. Dat zie je in het Indië-debat gebeuren, zag je in het Indië-debat gebeuren. Dan lijkt me dat een hele goeie. Dan zijn we hier blijkbaar vandaag begonnen met het weghakken van een klein stukje van die versteende getuigenis. En als dat het effect is van deze week, van deze 25 jaar herdenking, ben ik, happy is niet het goede woord, maar ik wil zo naar het onderwijs, professioneel zien tevreden. Maar ik wil eigenlijk dezelfde vraag nog even stellen aan u, meneer Kamp. Als humanistisch raadsman, ziet u verschuivingen als het gaat om de beleving, misschien met terugwerkende kracht, van Dutchbatters die daar dit hebben meegemaakt? Ja, ik zie wel verschuiving, maar de vraag is ook, gaat die verschuiving autonoom of kunnen wij die verschuiving ook sturen? Ik had net met Alma over, we denken nu 25 jaar na Srebrenica, maar wat volgend jaar? En 25 jaar is zo'n moment om te herinneren. Maar goed, ik denk 26, 27 jaar. Ik mag hopen, en dat is ook mijn pleidooi, om zeg maar bruggen te slaan tussen de veteranen, maar ook de slachtoffers in Srebrenica, de vrouwen en de meisjes die gevlucht zijn. Ik denk dat we toe zijn aan een nieuwe fase. En ik wil zelf die fase ook in gang zetten. Ik denk dat het ook de taak is van de Nederlandse overheid om die partijen bij elkaar te brengen. Dus niet voor niks. Ik ben met Ludie de Vos, directeur van het Veteraneninstituut, vorig jaar naar Srebrenica geweest. En wij hebben daar gekeken in hoeverre terugkeerreizen ook helend kunnen werken voor veteranen. Dus, en daar kan zo'n kracht van uitgaan. En ik weet niet, iedereen zit daarop te wachten. Maar ik wil wel een appel doen op een vorm van heling. Want wat we nu vooral in deze discussie nu doen is achteruit kijken. Hè, en proberen te reconstrueren. Maar misschien kunnen we ook de stap vooruit maken. Ja, daar willen we naartoe. Ja. Hè, om te kijken van wat moeten we. We gaan nu onderzoeken hoe loopt een onderzoek van ARC. Hoe gaat het met Srebrenica-veteranen nu? Ja. Nou, als je mij vraagt wat er nu moet gebeuren, is denk ik dat we bruggen moeten slaan en naar een volgende fase moeten gaan. Om mensen ook. Want er zit ook in ieder gesprek hier weer een oordeel. En het is zo lastig om te luisteren naar mensen zonder gelijk een oordeel te hebben. Hou nou eens even op met dat oordelen. En luister nou eens gewoon wat mensen te vertellen hebben. We zitten boordevol oordelen. Maar luister nou eens naar iemands verhaal. En dat kan, als dat wederzijds is, kan dat, want het is uw stelling, Dutchbat-veteranen in gesprek, in dialoog laten treden met nabestaanden van de genocide, van overlevenden. Ik moet denken aan verzoeningscommissie, Desmond Tutu, Zuid-Afrika. Ik moet denken aan herstelbemiddeling bij verkeersslachtoffers, waarbij dus nabestaanden van verkeersslachtoffers praten met veroorzakers van zo'n dodelijk ongeluk. Is dat een beetje welke kant u zegt dat het op moet gaan? Nou, je moet het niet opleggen. Ja? Je moet het faciliteren, je moet het mogelijk maken. En ik denk dat daar winst is te behalen. Wat ik net zei, alle veteranen die terugkwamen met PTSS en geïndiceerd worden voor PTSS, daar blijkt maar 50% in therapie van te werken. Terwijl je overal leest in alle interviews op dit moment dat heel veel, vandaag nog een onderzoek van het AD, hoeveel veteranen worstelen. En ik vind dat wij gewoon te weinig aandacht hebben gehad voor problematiek, zowel bij de vrouwen en meisjes als voor schuld en schaamte. Ja, en dat kan in dialoog. Ik
heb gezien dat dat kan. Dat, ja, dat moet een dialoog. Want u heeft daar ook ervaring mee in de praktijk. Meneer Dion van den Berg van Pax. Ja, dank u wel. Ja, samen met, ik kijk die kant op, Dirk Mulder, voormalig directeur Kamp Westerbork. Wij hebben die momenten gefaciliteerd. Heel moeilijk, heel dapper voor degene die van beide kanten hebben meegedaan. En dat levert veel op. En we hebben nog een jaar geleden een viertonner van, samen met de mensen van het bevoorradingspeloton teruggebracht als een gift aan het herinneringscentrum in Potocari. En dat zijn volgens mij inderdaad de dingen die we moeten doen. En dat zou ook vanuit de politiek meer gesteund moeten worden. Het Veteraneninstituut heeft plannen om dat te intensiveren. Dus dat is volgens mij de kant die we op moeten. Voor de bredere discussie waar we het net even over hadden, hè, de gestolde, versteende getuigenissen, zou ik hopen dat we meer gaan werken bijvoorbeeld met ook de uitspraken van de Hoge Raad. De Hoge Raad die niet direct betrokken was, die de feiten nog eens op een rij heeft gezet. Er is de zaak van Rizo Mustafić en de vader en de broer van Hasan Ahanović, 2013. Maar vorig jaar de 350 mannen, waarbij goed op een rij is gezet. Wat wist men bij Dutchbed op welk moment? En de Hoge Raad komt tot de conclusie: op de avond van de 12e juli was duidelijk welk lot de mannen te wachten stond. En vanaf dat moment had men de ondersteuning van evacuatie, ik noem dat een deportatie, moeten stopzetten. Als we dat nou eens als een startpunt nemen voor een opening in dat gesprek. Ik denk dat dat, hè, de roze olifant, dat zou kunnen helpen. Daar zou ik heel erg voor zijn. Ja. Meteen even de vraag erbij. Is de ervaring die jullie hebben opgedaan dat de versteende getuigenis, de gestolde ervaring, kan veranderen? Ja. Kan die weer vloeibaar worden? En dat zeker op het individuele niveau. Ja. In collectieve verbanden komt er dan weer iets, zeker bij militairen natuurlijk ook, hè, vanuit het karakter van de organisatie, waardoor dat misschien minder beklijft of minder zichtbaar blijft. Ik denk inderdaad, als we dat keer op keer goed doen en vooral luisteren. Ik heb zelf een hoop geleerd van Dutch Betters. Ja. Ik heb mijn mening bijgesteld over een aantal wezenlijke onderdelen op basis van gesprekken met Dutch Betters en natuurlijk op basis van gesprekken met overlevenden. Ik denk dat dat een hele belangrijke route is waar we meer in moeten investeren. Zeker. Dan kijk ik meteen even naar Alma Mustafić. Vind jij dit ook een heilzame weg? Jawel, alleen ik vind wel dat beide... Kijk, die relatie is niet geweldig. Laat ik dat wel benoemen. En ik denk dat daar... De relatie tussen ex-Dutchbatters en de nabestaanden, dat kan veel beter, inderdaad. Maar ik denk dat daar alle andere partijen aan bijgedragen hebben, behalve die twee partijen. Ja. Die twee partijen zijn nooit goed in contact met elkaar gebracht. En je moet ook beseffen dat beide enorm getraumatiseerd zijn. Dat vooraf goede voorbereiding en begeleiding vraagt. Maar het gebeurt zoveel dus wel, hè? Nee, dus nou, met ja, dus en, het gebeurt ja. wel, maar ik heb het echt over deskundige begeleiding en voorbereiding. Ja. Dus ik noem maar even wat. De Dutchbed-veteranen die hadden ook voorbereid moeten worden in de zin van, goh, weet je, zometeen kun je ook echt dingen horen die je als beledigend misschien ervaart, die niet reëel zijn, niet redelijk zijn. Hè? Maar die, als je begrijpt wat die mensen hebben meegemaakt, en daar begint het mee, als je ons verhaal meekrijgt vanaf 91, 92, 93, 94, 95, dan snap je dat veel beter. En dan kun je ook denken, oké, hier komt het in, daar gaat het uit. En niet dat je dat gelijk persoonlijk aantrekt. Ja. En andersom, precies hetzelfde als je tegen de nabestaanden. Ik denk ook dat je dan eerst de nabestaanden moet laten praten. Ja. En wat we vaak zien is dat het andersom is. En ik snap het ook wel, want Dutchbed-veteranen, jullie verhaal gaat vooraf. Heeft die meer recht hebben van altijd spreken. Enorm behoefte om zich te verdedigen. En nu als ik een gesprek begin, dan zeg ik, ga je alsjeblieft niet verdedigen. Ik weet het, ik weet het. Ik hoef dat niet te horen. En dan hebben ze enorm behoefte om zich weer te verdedigen. En dan zeg ik, oké, maar dat weet ik. Daar wil ik het niet over hebben. Nu heb je zelf initiatieven genomen met theater, met toneel, waarbij je dus ook gesprekken aangaat. Er zijn meer voorbeelden van. Is het 25 jaar na Srebrenica? En is het mogelijk dat we in gestileerde vorm, theatraal, in gesprek gaan, in dialoog gaan? Ik denk aan Thea Tupajic, die heeft voor Frascati een aantal stukken gemaakt. Jij staat op toneel met Dutchbatters, ex-Dutchbatters. Je gaat ook gesprekken aan.
Is die gestileerde vorm van het theater nodig omdat de rauwe één-op-één dialoog nog niet kan? Nou, ik weet niet of het niet kan, maar ik denk wel dat het een goede stap is in een goede richting. Dat het discussie een beetje los gaat maken, dat we over Srebrenica met elkaar gaan praten, zonder met vingers te wijzen, zonder verontwaardigd te reageren. Maar dat we wel naar elkaar gaan luisteren en dat we beseffen, want ik had het met Wim Dijkema net ook even erover, welke verhaal willen wij vertellen? En wij willen heel graag verhaal vertellen van Srebrenica, van genocide. En dat moeten wij samen doen. Ja. Wij zijn verknocht aan elkaar, we hebben het samen meegemaakt. En je kan het niet uit elkaar halen. Dat verhaal moet samen verteld worden. Voordat ik u het woord geef, heel even nog, meneer Kamp. Ik wil voegen dat kunst en creatieve processen heel belangrijk zijn. Maar we vergeten nog één belangrijk ding. En dat is het belang van rituelen. Ja. Ik denk dat het heel helend kan werken. Jaarlijks wordt de Mars Mira gelopen. Ik heb een vredesmars, ja. Vredesmars in omgekeerde volgorde, de vluchtroute. Ik heb een collega, Bart Heterbrijf, humanistisch raadsman. Die heeft die route meegelopen. En die had heel veel angst, hè, als oud-Dutchbat-veteraan, dat hij met boze ogen aangekeken zou worden. En als ik het vertel, dan krijg ik nog kippenvel dat hij zei, het werkte voor mij heel helend, want mensen klopten me op mijn schouder. He, ik moest ook de kisten doorgeven. Dus waar ik eigenlijk ook een lans voor wil breken, is niet alles is in woorden te vertellen. Ik denk dat kunst daarom ook heel belangrijk is, maar ook het gebruik van rituelen. Ik denk als er een groepje veteranen is wat meeloopt uit respect met die Mars Mira, he, dat daar ook een enorm effect in de zin van heling van uitgaat. En dit soort dingen wordt te weinig benut. Is dat ook iets voor het onderwijs? Ik heb begrepen dat verschillende scholen excursies hebben gehouden van leerlingen die voor een project in 5, 6 VWO, denk ik. Ik ben ze ook in Srebrenica tegengekomen, Nederlandse scholieren, die daar dus ter plekke het herdenkingscentrum bezoeken. En totaal onder de indruk met hun broodtrommeltjes stil aan de kant van de weg zitten. Met enorme impact is hier ook een taak voor rituele toneel, maar ook voor het onderwijs. Of het een taak voor het onderwijs is om slachtoffers. Het slachtofferschap van verschillende direct betrokkenen te herkennen, weet ik niet. Leerlingen of jongeren zijn ook onder de indruk als ze naar Auschwitz of naar Westerbork of naar Vught gaan. Maar wat ik wel denk is dat er zijn twee vergissingen die mensen vaak maken als ze kijken naar het onderwijs. De eerste vergissing is dat het onderwijs heel veel invloed heeft op meningsvorming van jonge mensen. Ja. Dat moet je niet overschatten, want jonge mensen krijgen heel veel verschillende meningen, heel veel informatie te verwerken. Niet alleen op school, in het formele onderwijs, maar ook in musea, ook thuis, ook van peergroups, in de media, social media, et cetera. Dus dat is het eerste. Dus het onderwijs, de invloed van het onderwijs is beperkt. En het tweede wat je zou kunnen zeggen, als je echt wil begrijpen wat daar gebeurd is, en dat is een complexe geschiedenis voor jonge mensen, het is voor ons al complex, dat blijkt uit deze discussie, dan is het handig of verstandig en zelfs eigenlijk noodzakelijk om enige distantie te betrachten. Dat betekent hoe verder weg van het onderwerp je raakt, zonder er helemaal van weg te raken, hoe makkelijker of beter het is om het te kunnen verklaren. En dat betekent dat heling van direct betrokkenen, mensen die traumatisch terug zijn gekeerd uit die regio, is niet een taak van het onderwijs. Mm-hmm. De taak van het onderwijs is om jonge mensen te laten begrijpen wat daar gebeurd is. En dat betekent dat jonge mensen zich moeten, dat je jonge mensen moet onderwijzen over de beweegredenen van de daders. Ja. En wat er met de slachtoffers is gebeurd, is in dit opzicht van secundair belang. Dat betekent niet dat die niet een rol kunnen spelen in het onderwijs. Want er zijn heel veel veteranen, welke dan ook, die nauw verbonden zijn met het onderwijs als gastspreker bijvoorbeeld. Ja, Anna Mulder bijvoorbeeld heeft mij ooit verteld, die komt regelmatig op scholen. Die hebben we al gezien van de week. En we weten dat de Stichting Gastsprekers in Westerbork is er eentje van. We weten dat het helend kan werken voor veteranen. En we weten in ieder geval zeker dat het een heel interessant proces oplevert bij jonge mensen. Dus die contacten zijn heel wezenlijk. Ik ga heel even meteen ook naar uw buurman, sergeant-major van Velzen. Is er bij de voorbereiding van nieuwe vredesmissies, nodigen jullie wel eens een spreker uit als Alma Mustafic of een Anne Mulder, die
Dus zeg maar de directe ervaring inbrengt. Nou, heel af en toe hebben we wel eens gastsprekers die eigenlijk binnen onze eigen instructieeenheid zijn of haar verhaal vertelt over wat hij of zij heeft meegemaakt in een bepaalde periode. En dan proberen wij dat weer uit te dragen. Nou, ik hoor net ook een stuk onderwijs over scholen. We komen wel eens soldaten tegen. En dan wil je een voorbeeld doen over Dusbad 3. Wat er eigenlijk gebeurd is, ja, nu dan 25 jaar geleden. En er zijn ook heel veel soldaten die geen idee hebben wat er in die periode gebeurd is. Ja. Dus ik denk ook bij vorming... Zou het vorming... nuttig zijn om vaker een ervaringsdeskundige aan het woord te laten? Nou, ik denk dat dat heel goed is. Maar dan wel aan beide kanten laten belichten. Anders krijgen we weer een eenduidig verhaal. Maar ik denk ook in de militaire vorming dat ook de lessen learned die ze hebben gehad tijdens Dusbad 3 bijvoorbeeld, wat is er eigenlijk gebeurd? En ja, laat eens maar een keer vertellen door een veteraan die daadwerkelijk aanwezig geweest, door een nabestaande. En zodat je dan dat verhaal kunt koppelen en dat ze weten wat er aan de hand is geweest. Zijn jullie daar niet laat mee? Nou, we zijn er eigenlijk al heel lang, eigenlijk na 95, zijn we toch wel heel veel stappen gemaakt. Tegenwoordig hebben we dus ook de lessen cultuur, achtergrondinformatie. Hoe zit nou eigenlijk die bevolkingsgroep in elkaar? Hoe is het conflict ontstaan? Waardoor is het ontstaan? Zodat ze toch meer inzicht krijgen van, hey, waarom zitten we nou eigenlijk hier? En ook de lessen met general awareness. Hoe is het op dit moment de situatie daar? Dat ze toch met veel meer interesse en veel meer weten wat er aan de hand is. Dus, en ook wat ze kunnen verwachten in het inzetgebied. Me nog vanuit Srebrenica zegt dat de veteranen of de soldaten verbijsterd stonden te kijken hoe we eruit zagen. En echt zoiets hadden van, maar weet je zeker dat je moslim bent tegen mijn vader? En die had al wat op, dus die was een beetje nonchalant geworden. En die zei zo van, die en die, zal ik je zo door het raam gooien? Wat denk je dan niet? Hoe zie je ons? Zegt hij, ja, begrijp me niet verkeerd. Je vrouw ziet er zo uit en je dochter daar met een kort rokje. En jullie drinken bier en jullie hebben kerstboom. Ja, wij zijn moslims. Nou, ze stonden echt te kijken van waar gaat dit over? Daarom die ook, hadden geen idee wat moslim in Bosnië betekent. Dat het geen religie is, maar dat het een etniciteit is. Ja. En dat meerderheid van die mensen niet eens religieus was. En dat is ook, dat zien we nog steeds. De dag van vandaag in de media zijn we altijd die moslimmannen. Op een gegeven moment raak ik helemaal in identiteitscrisis, jongens. Ik word altijd moslimman genoemd in de media. Terwijl moslim, ik niet... Moslimvrouw. Ja. ik ben moslim. Anna Mustafic. Dit is interessant, maar zou je ook, zou u ook bereid zijn om bijvoorbeeld bij die voorbereiding... Zeker. Ja? Zeker. Kijk, het is natuurlijk heel lastig. Hè. We hebben heel veel klassen op jaarbasis natuurlijk. Ja. Ongeveer 3000 klassen. Ja, om voor al die 3000 klassen daar je verhaal te komen vertellen. Maar het is wel goed voor, dat werkt de instructeurs die daar ter plekke zijn. Om daar een keer een goed verhaal te vertellen... Wat? Je hebt geluk. Ik ben onderwijskundige docent en onderzoeker. Dus dat komt helemaal goed. Wacht even, hier is misschien Dirk Mulder. Ja, ik wil er graag wel even op ingaan. Want, en aansluitend bij wat Alma heeft gezegd, maar meerdere van jullie, Mark zo pas ook. Naar mijn idee is de essentie, als je echt iets verder wilt, dan moet je die ontmoeting hebben. Niet alleen de ontmoeting van overlevenden en Dutchbats. We hebben dat in 2007 voor het eerst met Pax en met het Veteraneninstituut toen georganiseerd. Dat was de zwaarste week in mijn hele carrière. En ik ben lang verbonden geweest aan het herinneringscentrum. Maar het was ongelooflijk belangrijk. En alleen je moet op dat moment ook niet te hoge verwachtingen hebben. Ik denk dat we hier over processen praten die echt langdurig zijn. En we weten dat natuurlijk uit mijn werkzame leven heb ik mij vooral met de oorlog en met de jodenvervolging bezig gehouden. En eigenlijk hoe moeilijk het nu nog is, nu, 75 jaar later, hadden we in het kader van de gastsprekers, lieten we dus een aantal jaren terug, bijvoorbeeld een Joods onderduikkind van destijds en een kind van NSB-ouders samen naar scholen gaan. Dat blijkt nauwelijks nog te werken in heel veel scholen in Nederland, beter gezegd in die samenleving eigenlijk. Zo zeer zijn die gevoelens nog verstold. Waarom werkt het niet?
Wat is de reactie? Omdat er heel veel nog van die, wat Chris versteende heeft genoemd, van die, getuigenissen. Zo lang werkt dat door. En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, maar aan de ene kant, je moet het doen, je moet die ontmoeting zoeken. Gastsprekers moeten naar scholen, Dutchbatters doen dat, vluchtelingen moeten dat doen, soms in combinatie met elkaar, dan heb je die ontmoeting. Want dat is wat Mark net zei, die leerkracht, daar dien je de eisen aan te stellen, die moet enige afstand hebben. Hè? Die moet, dat is een professional. Maar om werkelijk te ervaren wat een oorlog of wat een vervolging of een rol in een vredesmissie werkelijk betekent, dat kun je alleen maar horen van de mensen zelf. En dat zou ook voor die opleiding ontzettend goed alleen zijn. Alleen dan komt het aan. Ja, ja. En nogmaals, we moeten blijven door, blijven gaan en weten dat het hele lange processen zijn. Als we nu een aantal dingen, lijnen bij elkaar proberen te houden. Te bedenken. We hebben 25 jaar vandaag, hè, sinds de val en de genocide van Srebrenica. Je zou zeggen, wat wij aan het doen zijn is in zekere zin herdenken. Maar herdenken is al lang veel meer, dat blijkt ook uit deze discussie, dan stilstaan, krans leggen, er is niet eens een monument. Dus waar zouden we dat voor de slachtoffers van de genocide in Nederland? Dat komt misschien. Dus we hebben allemaal bijdragen geleverd. Dan gaat het over onderwijs, over het verzamelen van beeld van Dutchbatters. Wat dat doet met onze collectieve herinnering. Ontmoetingen die al gearrangeerd zijn. Bijvoorbeeld door Pax, door Kamp Westerbork. Waarbij dus nabestaanden, overlevenden in gesprek gaan met oud-Dutchbatters. En dat doen we allemaal, ook of het nou gaat over de rol van het onderwijs daarin, om voorbij vandaag en morgen te kijken. Hè, hoe gaan we om met de nazorg in een nieuwe jas, een nieuwe vorm? Hoe gaan we dat op een nieuwe leest schoeien? Ik ga een hele boude stelling die net, ik noemde net heel even Desmond Tutu, de verzoeningscommissie na apartheid. Ik had iets heel anders gedacht dat hieruit zou komen. Maar ik wil het toch nog even aan jullie voorleggen. En ook aan de mensen hier. Als we nou vanuit verschillende achtergronden, verschillende expertise, verschillende organisaties zouden komen tot de verzoeningscommissie van Desmond Tutu. En je slaat je kamp op in Amersfoort, in Deventer, in weet ik veel wat. En je houdt gesprekken. Waarbij dus iedereen alles mag zeggen zonder dat je meteen elkaar afkapt. Of met een moderator, met een biecht, een openbare biecht. Helpt dat? Is dat iets waarvan jullie zouden zeggen van, nou, misschien moet het die kant op. Hoe zou dat vorm moeten krijgen en wie doet er mee? De waarheidscommissie is natuurlijk betrekking hebben op twee groepen die in dezelfde samenleving. Hè? Je moet samen verder. En dan heb je het eigenlijk nu over Srebrenica, waarin ook die beide groepen zijn. Maar zijn al gewoon Nederlanders. We hebben het over Nederlanders. Ja. Nabestaanden hier, natuurlijk ook in Sarajevo of in Srebrenica zelf of in Oost-Bosnië. Maar het is onderdeel van onze hier. Geschiedenis. Ja. Hè, dat is gewoon niemand die dat meer ontkent. En het is wel een goede aanvulling. Het is de Waarheids- en Verzoeningscommissie, officieel. Hè? Dus het is beide in de naam vervat. Ik heb een hele korte reactie. Ja. We weten inmiddels dat als mensen psychisch beschadigd raken, of dreigen te raken, of trauma's hebben meegemaakt, dat er geen heling is als zo snel mogelijk na het gebeurde. Ja. We hoorden van Alma dat het 25 jaar heeft geduurd voordat eigenlijk serieus naar de nabestaanden werd geluisterd. We hebben deze week gehoord dat het bijna 25 jaar heeft geduurd voordat we naar de betrokken militairen van Dutchbat hebben geluisterd. Waarom repareren aan de achterkant als je ook direct nadat iets is gebeurd met elkaar in gesprek gaat? Als we het narratief echt belangrijk vinden, en ik denk dat dat de belangrijkste oproep is die ik hier vandaag wil doen, laten we dan ook als er iets gebeurt zo snel mogelijk daarna met elkaar in gesprek gaan. In de breedte, dus met alle respect, niet alleen tussen een kleine groep van Pax en een kleine groep van Dutchbat in dit geval, maar laten we het dan ook maatschappelijk breed bespreken, ruimte geven voor alle verhalen, niet alleen de verhalen die we willen horen. En ik denk dat je dan heel veel leed kunt voorkomen en het niet 25 jaar hoeft te duren voordat een moreel dilemma
misschien wel veel groter dan een moreel dilemma, besproken gaat worden op de manier zoals we dat nu doen. Ja, en als, vanuit deze gedachte, als we nou gegeven de situatie dat we het over Srebrenica hebben, dat daar een genocide heeft, zich heeft voltrokken, die nog steeds enorme wonden, moreel, ja, maar ook bijna fysiek, in de samenleving heeft geslagen. Hoe gaan we daarmee om vanaf morgen? Dus is er een vorm denkbaar waarbij je met plaats voor rituelen, met plaats voor fotografie en beeld, met plaats voor theater, met plaats voor een ontmoeting, een dialoog, misschien een reis, iets zinnigs mee kan doen? Wie zegt, dit is een onzinnig idee? Wie zegt, misschien moeten we het proberen? Aanvulling willen geven, want ja, dat haakt ook een beetje in. Want ik snap, jij werd net een beetje van, ja, maar moeten we het nou steeds hebben over wat er toen gebeurd is? Ik bedoelde dat niet zo van, nou, we gaan daar nu weer helemaal induiken. Ik denk dat er heel veel over hoe het is verlopen wel boven tafel ligt. Maar het gaat erom hoe we daar een verhaal van maken. Ik denk dat we met z'n allen kunnen vaststellen dat veel Dutchbatters, of in ieder geval Dutchbat, met een verkeerd verhaal is weggestuurd. Sommige Dutchbatters houden zich tot op de dag van vandaag zeg maar vast aan dat verhaal. Andere Dutchbatters krijgen meer oog zeg maar voor de nuances daarvoor. En ja, dat is dat versteende, hoe noem je dat, getuigenis. Alma geeft ook aan van ja, je merkt eigenlijk dat vooral hoe hoger de rang is, hoe minder ruimte er is ook voor die nuance. Misschien ook wel omdat er daar een grotere verantwoordelijkheid ligt voor dat verhaal wat er mee is gekomen. Dus verzoenen, dat kan natuurlijk pas op het moment dat je bereid bent om dat versteende verhaal los te laten. Ja. En in die zin staat dat ook niet los van de waarheidsvinding die er is. Dus je kan dat niet helemaal loszien. Nee, waarheids- en verzoening, maar verzoening is misschien iets wat ver achter de horizon ligt, waar je wel naar wil reiken, maar wat misschien niet binnen ons bereik is. Maar u wilde er iets over zeggen? Ja, ik wil er zeker iets over zeggen. Want ik word aangesproken daarop, dus ik wil ook graag reageren. Nee, het begint met een vraag aan Alma te vragen, waar heb jij behoefte aan? Het begint met de vraag, nee, even want wij weten het hier allemaal zo goed, maar we maken weer precies dezelfde fout. Vraag nou eens gewoon aan de mensen zelf waar ze behoefte aan hebben. Maar mijn vraag is er behoefte aan een vorm van bijeenkomen, uitwisselen, ex-Dutchbatters, nabestaanden, overleven? Ik weet uit dus mijn vraag is aan jullie, is daar behoefte aan? En ik weet uit de gesprekken die ik met veteranen heb gehad, dat een deel van de veteranen daar behoefte aan heeft. Ja. Dat weet ik, ja. Maar dus de vraag is daar behoefte aan? Nou ja, wat ik zeg. Ja. Ik denk het wel. Ik vind het ook. Ik ken geen één Dutchbat veteraan waarmee ik slechte betrekkingen heb. Ik kan met iedereen goed door één deur, denk ik, want wij praten met elkaar. Maar waar ik wel behoefte aan zou hebben, is dat dat breder getrokken wordt. Dat het als het ware een collectieve gemeenschap wordt, dat we zo met elkaar omgaan. En ja, in dat opzicht, wat echt zou helpen, is als, ik weet dat heel veel veteranen teruggaan naar Srebrenica en dat doet ze goed. En vaak hebben wij daarover dat wij, veteranen en nabestaanden, ons in Srebrenica altijd goed voelen en welkom voelen. En die mensen begrijpen waar wij het over hebben. Wij boksen hier in Nederland continu tegen onbegrip, onwetendheid en de mensen inderdaad die altijd denken te weten wat zich daar heeft afgespeeld en ons afkappen continu en vervolgens aan ons gaan vertellen wat zich daar echt afgespeeld heeft terwijl ze daar nooit zijn geweest. Wij voelen gewoon rust als we daar zijn, want dan hebben wij die strijd in ieder geval niet. En laten we een keertje daarmee beginnen om naar onze verhalen te luisteren en soms ook je mening dan bij te stellen, want die is echt wel 25 jaar verouderd. Dus, en in dat opzicht, dus individueel gaat het hier en daar goed. Ik zie prachtige verhalen, maar als we daar iets van ons allemaal willen maken, en dat zou ik heel graag willen zien, dat Srebrenica iets van ons allemaal wordt en niet alleen van nabestaanden en van Dutchbat veteranen, want het is ons stukje geschiedenis. Dat we niet verkrampt reageren als we daarover praten. Een goede stap zou zijn als Karamans met zijn hele bataljon bijvoorbeeld naar Srebrenica zou gaan,
met Mark Rutte voorop, om gewoon even te laten zien, wij zijn medemensen. Toentertijd is van alles nog wat fout gegaan, maar wij zijn hier om laatste eer aan slachtoffers te bewijzen. Zonder schuldvraag, wat dan ook, laat even zien dat je mens bent. Alleen met zo'n hele bataljon laat je ook aan de hele Bosnische gemeenschap en hele Bosnië zien, kijk, wij nemen jullie serieus. En dan komt die verzoening denk ik nog meer op gang en blijft het niet alleen individueel. Is zo'n bijeenkomst als deze voor jou uitzonderlijk? Ja. Ja. Ik heb heel vaak daar ergens achterin gezeten als nabestaande van Srebrenica. En dan zitten hier heel veel deskundigen die van alles en nog wat over Srebrenica te zeggen hebben. En dan denk ik, jongens, praat nou een keertje met ons en niet over ons. En ik denk dat hetzelfde geldt voor Dutchbed. Ik wil eigenlijk niks hier aan toevoegen. Het is bijna 3 uur. Ik denk dat die woorden naklinken, die je net zei, die je net uitsprak. Dat hoop ik ook. Ik heb zelf wel het idee dat, dit is wel bijzonder, het is het Nationaal Militair Museum dat ons hier heeft uitgenodigd. Dat is niet misschien de club, de eerste club waar je aan denkt om jullie bij elkaar te brengen. Heel terecht, want ik vind dat dat wel tot hun taak behoort. Maar dat is op zich, denk ik, al bijzonder. Dus ik wil eigenlijk, ik hoop namens iedereen bedanken dat we hier uitgenodigd zijn vandaag. En ja, dat wil zeggen, kan het ook eventueel bij de borrel? De helft niet aan het luisteren, denk ik. Ja. Het is maar heel kort. Ja, gaat uw gang. En dan gaat het om het volgende. We praten steeds over de Dutchbedder. Maar al 25 jaar lang, als ik praat over de Dutchbedder, ik ben er zelf één, praten we over een groep van 40 tot maximaal 100 mannen en vrouwen. De rest zien we niet. Nooit gezien. Ja. Op welke bijeenkomst dan ook. En als je dan een oproep doet van, nou, het hele bataljon moet een keer komen. Ja, wij zijn zelf niet in staat geweest om 25 jaar lang 750 tot 800 Dutchbedders bij elkaar te krijgen. ARK krijgt er niet eens voor elkaar om zelfs de bataljonscommandant de lijst te sturen van vul alsjeblieft even in. Hoe krijgen we het voor elkaar om met 800 man naar Srebrenica te gaan of waar dan ook? Ja, nou, het is maar een hele kleine groep die altijd benaderd is, die ook in de pers komt, die ook zijn en haar verhaal kan doen. Ja. Maar ruim 700 tot 800 mensen worden nooit benaderd. En we weten niet hoe het met hem gaat. Ja, misschien nee, gaat het wel heel goed, maar, nou, maar misschien ook wel heel slecht. Misschien wel slecht. Dat wil ik nog even opmerken. Maar dit is eigenlijk natuurlijk een pleidooi, een oproep. Er zijn nog zoveel meer Dutchbedders die we niet zien, die we niet horen. Die misschien ook behoefte aan hebben om hun verhaal te vertellen. Of wel te luisteren naar de verhalen van de overlevenden, de nabestaanden. Eigenlijk het moment dat we nu hebben, zou je niet uit je handen willen laten vallen. Hè, dat deze samenstelling, of in ieder geval de initiatieven die er al zijn, die er al zijn geweest, zowel onderwijs als bijeenbrengen van de perspectieven van de verhalen, van het naar elkaar luisteren. Of het nou ritueeltje, theatraal of op een wat voor vorm dan ook is, in een debat. Ik wilde de uitnodigende instantie, het Nationaal Militair Museum, dus echt bedanken voor het bijeenbrengen. Maar ook vragen van, kunnen we dit voortzetten? Even hier staan, want ik heb zojuist mijn headsetje ingeleverd. We gaan zo de livestream beëindigen, maar dat doen we niet voordat ik een paar woorden richt tot jou, Frank. Allereerst heel erg bedankt voor je zeer deskundige leiding van deze middag en de sprekers op het podium en de gasten in de zaal. Wil ik ook enorm bedanken voor hun inzet en over je uitnodiging gesproken. Ja, ik denk dat ik wel namens het hele museum spreek als ik kan zeggen dat we die wel kunnen aannemen in welke vorm dan ook. Hij komt een beetje plots, maar we moeten daarover nadenken. We hebben dit georganiseerd. Ik vond het ook een uitzonderlijke bijeenkomst. Echt heel bijzonder.
Nou ja, misschien kunnen wij wel iets betekenen als instituut voor een vervolg. Nou. Dus die toezegging wil ik graag doen, zonder daarop vooruit te willen lopen hoe dat dan precies zou moeten, uiteraard. Maar even dan praktisch, we gaan nu de livestream beëindigen. Ik nodig u allen uit om even te blijven voor de nazit. En als er nog dingen opgemerkt moeten worden, kan dat ook gewoon, wat ons betreft. Ik kijk even naar mijn collega. Kan, hè? En even samen, Alfred, ik denk dat we beide onze dank uitspreken aan jullie, aan de sprekers. Zowel hier als hier in de zaal. En ook de mensen die ons hebben gevolgd tijdens de livestream. Ja. Hartelijk dank.